Nou, nogmaals, welkom allemaal. We hebben een mooi programma. Ik heb net tegen Govert Buijs, de eerste spreker, gezegd dat ik een strenge voorzitter ben. Maar ik heb nu al gefaald, want we beginnen te laat. Dan zal ik wel weer niet zo streng zijn dat ik dat van de tijd van Govert afpak, want dat zou een beetje sneu zijn. Maar laten we dan toch snel beginnen. Zonder al te veel verspilling van tijd van mijn kant, geef ik maar zo snel mogelijk Govert het podium. Ik weet eigenlijk nooit precies of je nou een filosofische economische theoloog bent of een theologische economische filosoof. Maar in ieder geval weet hij van al die drie dingen opmerkelijk veel. En dat gaat hij nu met ons delen in de prachtige titel Deugend en ondeugend onderwijs naar een nieuwe empirische basis voor economieonderwijs. Govert, the floor is yours. Bedankt. Marcel, bedankt voor de uitnodiging om hier vanmiddag iets te mogen zeggen op deze bijzondere dag waarop Lans zijn oratie houdt. Ik zal even kijken of dit gaat helemaal goed. Kijk, dit is de titel van het symposium als geheel en dan komt hier mijn verhaal. Het moet me maar meteen van het hart. Het project van Bovenberg, Canois en Haan, oftewel kortweg het BCH-consortium, dat hier vandaag centraal staat, is eigenlijk een heel ondeugend project. En het is ondeugend omdat het naar het zich laat aanzien heel erg zondig tegen een aantal elementaire spelregels die we in de afgelopen 150 jaar binnen de wetenschap met elkaar afgesproken hebben. En ik bespreek in het kort een paar van deze spelregels. Dat zijn deze. Gij zult reduceren, dat is er één. We dienen ons zoveel mogelijk complexiteit te reduceren. We moeten feiten en waarden scheiden, dat is een tweede spelregel die we hebben. We moeten dan ook niet over waarden spreken, want in de wetenschap gaat het over feiten en niet over waarden. En de laatste, daar zal ik eigenlijk nu vandaag maar vanwege de tijd heel weinig over zeggen, gij zult binnen uw discipline blijven. Nou, dit is ongeveer het kader wat we met elkaar hebben afgesproken. En ieder die binnen dit viervoudige kader blijft, die deugt in de wetenschap. En ieder die hier buiten treedt, die is ondeugend, een beetje stout. En hoe meer regels men overtreedt, zeg maar, hoe stouter men is. En ik meen te zien dat het BCH-consortium zich niet binnen deze kaders ophoudt. En daarom gaat het dus over een ondeugend project. Maar gelukkig gaat het voor zover ik kan zien niet om een ondeugdelijk project. Integendeel, ik zou de stelling willen verdedigen dat de vier genoemde uitgangspunten zelf eigenlijk heel kwestieus zijn. En dat het daarom een daad van lofwaardige burgerlijke ongehoorzaamheid is om de grenzen hiervan op te zoeken en te overschrijden. De redenen daarvoor zijn mijns inziens overigens niet primair van morele aard, maar meer van empirische aard, hoewel ik dat hele onderscheid zelf zometeen ook kritisch wil bevragen. Goed, het eerste punt, die complexiteitsreductie. Dat is bekend onder de naam in de wetenschap Occam's razor, Occam's scheermes. En de gedachte is deze: we dienen ons in een poging om de wereld te begrijpen zo weinig mogelijk variabelen in ons spel te betrekken. Complexiteit moet gereduceerd worden en zo kunnen we daadwerkelijk dingen begrijpen. En dat is ook een heel zinnig uitgangspunt. Zonder reductie is geen wetenschap mogelijk. Als we bij de verklaring van een verschijnsel niet van heel veel factoren afzien, dan kunnen we geen kant op en dan krijgen we een soort van ADHD-wetenschap, zeg maar, waarin alles op één niveau binnenkomt en we geen patronen kunnen zien, de wereld niet kunnen ordenen. Kortom, we zullen moeten reduceren, abstraheren, om daardoor bepaalde dingen te kunnen zien. En de grootmeester van de reductie in de westerse wetenschap, in de westerse filosofie, is natuurlijk René Descartes. Ik denk, dus ik ben, luidde zijn beroemde uitspraak. En sterker nog, hij kon heel precies definiëren wat dat denken dan was. Dat was uiteindelijk de wiskunde, de geometrie. Die geeft ons de ware toegang tot de werkelijkheid zoals die is. Maar dan moet hij wel heel veel empirische ervaring buitensluiten. En we kunnen ons met recht afvragen of we, als we zijn benadering van de werkelijkheid volgen, nog wel in die werkelijkheid leven kunnen. Want er zit ook een heel groot gevaar, een groot risico aan reductie. Namelijk dat je te veel buiten haken zet. Dat je de wereld zozeer inknijpt dat je het niet meer over de wereld hebt, maar alleen nog over je eigen systeem, je eigen model. En dan krijg je, vergeef me de wat medische terminologie gebruikt, geen ADHD-wetenschap, maar autistische wetenschap. Eén die de werkelijkheid zozeer buitensluit dat een soort van tunnelvisie ontstaat. En er ontstaat dan een wetenschap die telkens weer zwaar verrast wordt door de werkelijkheid die anders blijkt dan de modellen deden verwachten.
There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy, wist Shakespeare al te zeggen. Het klassieke voorbeeld hiervan, en dat is van die overmatige reductie, is Archimedes. Archimedes, grote wiskundige en natuurkundige, die was zozeer gebiologeerd door waar hij mee bezig was, dat hij voor niks anders meer oog had. Terwijl de stad waarin hij werkte, Syracuse, belegerd werd door de Romeinen en ingenomen werd. En de soldaten drongen zijn huis binnen en hij had geen idee wat er aan de hand was en riep alleen maar verschrikt, althans volgens de legende, noli turbare meos circulos. Gooi mijn cirkeltjes niet in de war. Hij was op de vloer bezig met zand cirkels te maken waar hij dan weer metingen mee kon doen. Gooi mijn cirkels niet in de war. Vervolgens werd hij vermoord. Dit waren zijn laatste woorden. En Archimedes is natuurlijk een hele eerbiedwaardige en imponerende figuur, maar het incident is wel symbool komen te staan voor wetenschapsbeoefening die zich eigenlijk afsluit van de wereld. En dat is voor een natuurwetenschapper misschien wel heel problematisch, maar zeker als we op het terrein van de sociale en menswetenschappen komen, kan het heel riskant zijn. En als ik het goed zie, is dat ook precies wat Paul Krugman in de nasleep van de economische crisis aan zijn collega-economen verweten heeft. Men was, stelt hij, en je kunt zo het beeld van Archimedes zien, zo betoverd door de schoonheid van de mathematische modellen, dat men geen werkelijkheid buiten die modellen meer waarnam. En zo geheel verrast werd door de financiële crisis, dat daar nog dingen gebeuren buiten de modellen. Dit betekent geenszins voor mij een anti-wiskunde verhaal, integendeel zelfs. Descartes heeft echt iets van de wereld gezien. Maar het is precies dat, iets. Het is niet de wereld zelf. Reduceren is dus een hele riskante en verantwoordelijke bezigheid. Je moet weten wanneer je het doet, waarom en voor hoe lang. Zo is het ook met de assumptie van de homo economicus. Je kunt het best eens even hanteren, maar voor je het weet wordt het een exclusieve benadering van de werkelijkheid en druk je de empirische ervaring weg dat mensen in het economisch domein niet altijd bezig zijn hun eigen preferenties te maximaliseren, maar ook heel vaak samenwerken. Win-win situaties creëren, zoals Lansbovenberg dat noemt. En de coöperativiteit en relationaliteit, die ook onderdeel is van de economische werkelijkheid, wordt dan weggedrukt. En één stap verder is het idee dat het dan ook zo hoort. Dat economisch deugdelijk handelen inderdaad niet samenwerken is, maar het maximaliseren van individuele preferenties. En gaan mensen zich ook zo gedragen? Dat verklaringsmodel is dan een self-fulfilling prophecy geworden. Mensen gaan zich gedragen volgens het model. In de medische sector kennen we dat ook, dat noemen we dat medicalisering. Nou, zo kun je ook bij studenten economisering tegenkomen. Een promovendus van mij, Jelle van Baardewijk, is dat zelfs aan het bestuderen, dat fenomeen. Gaan mensen lijken op de modellen die ze hanteren. Dat is over dat reduceren. En wat ik eigenlijk doe, is misschien had ik dat in het begin even moeten zeggen, ik probeer een beetje het project van Lans, Marcel en Ferry, een beetje filosofisch te duiden. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Nou, het is duidelijk, zij zijn antireductionistisch bezig. Zij proberen een veel rijker werkelijkheidsmodel, empirisch werkelijkheidsmodel, naar voren te brengen in hun methode. Dus het eerste, gij zult reduceren, daar zien ze vanaf. Risico's van de reductie heb ik al eventjes genoemd. Het volgende is die feiten- en waardescheiding. En die lijkt ook zo simpel voor de hand liggend. Gij zult feiten en waarden scheiden. Dat wordt vaak verbonden met de filosoof Hume, David Hume, die de is-old fallacy geïntroduceerd heeft. En het wordt ook wel Hume's guillotine genoemd. En merkt, wordt het een beetje bloederig vanmiddag. We hebben een scheermes gehad. Archimedes is al vermoord. Hier kijken we nu naar een guillotine. Maar erger wordt het niet. Dat kan ik u meteen wel zeggen. Dit is het wel zo ongeveer op dit vlak. Ik wil het feest van Lans natuurlijk niet te zeer verstoren. Maar die overgang van zijn naar behoren, is dat inderdaad zo'n enorme overgang die je eigenlijk niet kunt maken? Laat ik een voorbeeld geven, ontleend aan Alasdair MacIntyre, van een horloge. Ik doe een aantal empirische uitspraken over dit horloge. Het horloge is sterk. Ik weet niet of dat hiervoor opgaat, maar een denkbeeldig horloge is heel sterk. Ik kan er met een hamer op slaan en er gebeurt niets. In 10 jaar tijd loopt het horloge slechts 1 seconde voor. 1 maal per 5 jaar moet er een nieuwe batterij in, maar hij kan ook, als er geen batterij voorhanden is, opgewonden worden. Het horloge kan zonder schade 24 uur onder water liggen. Bovendien is het hittebestendig tot een temperatuur van 500 graden, dus even in de open haard kan ook wel. Allemaal empirische, verifieerbare uitspraken. En bij ieder gezond denkend mens zullen nu als vanzelf de woorden op de bovenkomen,
Tjonge, dat is een goed horloge. Het functioneert zoals een horloge behoort te functioneren. Fout, dat mag u niet zeggen, volgens de is-old fallacy. U dient dan direct dit pand te verlaten. U heeft op grond van is-uitspraken een normatief oordeel geveld. Dan kunt u beter naar een kerk gaan of naar een ander metafysisch instituut. U hoort niet hier op de universiteit thuis. Ik had een poll kunnen doen wie toch stiekem dacht dat het een goed horloge was. Dan weet u waar u thuis hoort. Maar is het nu echt zo raar om op grond van feiten tot normatieve oordelen te komen? Feit is dat mensen CO2 nodig hebben om te overleven. Is het dan echt volstrekt onverantwoord om te zeggen, het is goed als er voldoende CO2 in de lucht is? Of zelfs, we dienen ons in te zetten voor een schone lucht. En wat is de implicatie van een radicale scheiding tussen feiten en waarden voor ons hele werkelijkheidsbeeld? Het kan niet anders zijn dat de wereld een soort van neutrale verzameling van feiten wordt, waar we ons naar believen goed of kwaad over kunnen uitspreken. Een neutrale wereld, puur materiaal voor ons handelen, functionalistisch zou je kunnen zeggen. En aan de andere kant kan het ook heel gemakkelijk zijn dat we dan, het instrumentalisme, dat we over waarden bijna fact-free gaan spreken. Dat hebben we volop mee te maken nu. Denk maar eens aan het klimaatprobleem en dergelijke. Dat men eigenlijk, ja, feiten, ach, ik denk er anders over. Het is mijn opinie. Ik vind dit nu eenmaal, enzovoort. Dus het is verstandig om feiten en waarden met elkaar te verbinden. Ik maak nu een stapje naar de economie, want daar gebeurt het ook volop. Waarom begon Adam Smith ooit zijn grote project waarin hij vrijwel als eerste een volledige wetenschap van economie op poten zette? Het was heel duidelijk. Hij wilde kijken of het mogelijk zou zijn dat mensen welvarend kunnen worden en hoe dat dan kan. Plat gezegd met koten en bier, geen gezeik, iedereen rijk. En dat was ongeveer, en dat is een ideaal. Of het een beetje netter in Smith's eigen woorden te zeggen, wat zijn de oorzaken van de verbetering, de improvement, normatief begrip lijkt me, in de productieve kracht van arbeid? En hoe worden de opbrengsten daarvan natuurlijkerwijs verdeeld onder de verschillende lagen van de bevolking, the different ranks of the people? Ja, dat is eigenlijk de vraag. Dat lijkt me dat je daarin nauwelijks feiten en waarden kunt onderscheiden. Het is een ideaal waar je gaat kijken hoe het gerealiseerd kan worden. En ik vermoed ook dat Smith diep, geschokt zou zijn als hij gezien had hoe 40 jaar later zijn theorie bijna misbruikt werd als een soort van dogmatisch stelsel waarin het model gaat heersen over de werkelijkheid en je hoeft niet meer te kijken wat het uitwerkt. En waar Marx over verelending zou spreken, je vindt passages bij Smith ook al dat hij daar zeer gevoelig voor is. En hij zou het ook in zijn graf omgedraaid hebben, denk ik, als hij gezien had wat er 40 jaar later met hem gebeurde. Kortom, hij wilde feiten opsporen om waarde te kunnen realiseren. En dat lijkt nog steeds een heel gezond uitgangspunt. Waarom, en dan kom ik op het derde punt, waarom hebben we dat zwijgen over waarde zo sterk ingevoerd? Waarom is dat zo belangrijk? Een filosoof, Carl Schmitt, zeer omstreden overigens, maar die heeft een heel interessant artikel geschreven dat hier wel licht op werpt. Hij zegt, in Europa heeft de hele tijd hebben we godsdienstoorlogen gehad. Een groot trauma heeft dat opgeroepen, die religieuze verdeeldheid. En om hieraan te ontkomen ging men op zoek naar een neutrale, ontpolitiseerde ruimte. Een ruimte waar je het in elk geval met elkaar over eens kunt zijn en je geen verdeeldheid hebt. En dat was eerst filosofie, maar dat lukte niet zo goed. Toen wetenschap, economie en tenslotte techniek. En je kunt zeggen, in al die laatste drie domeinen is dat idee van die morele neutraliteit ook heel belangrijk gebleven eigenlijk. Maar het valt ook tegen. Die neutrale grond is niet te vinden. Ook binnen de economie zijn er grote tegenstellingen. De een zegt dit, de ander zegt dat. Daarom is het veel eerlijker om dat gewoon op tafel te leggen. In debat te brengen en tegelijkertijd ook die morele achtergronden daarin te betrekken. Morele inspiratie. Bij alle grote economen vinden we dat. Ook bij Milton Friedman bijvoorbeeld. In zijn autobiografische boekje Free to Choose, geschreven met zijn vrouw, vinden we voluit een pathos voor vrijheid. Een voluit morele inspiratie. Een vrije samenleving is het grote ideaal en de inrichting van de markt dient dat mogelijk te maken. Maar als morele inspiratie zo belangrijk is, zo zou je als argeloze lezer kunnen vragen, waarom dat dan niet in discussie gebracht? Want is vrijheid inderdaad de enige en absolute gestelde waarde? Sinds wanneer is vrijheid eigenlijk het hoogste goed in het leven? Ja, in de politiek zeker, ongeveer de hoogste waarde, maar in allerlei andere sferen. In een huwelijk zeggen we niet, vrijheid is het allerbeste, dan heb je verbondenheid is daar belangrijk. Dus kun je in allerlei sferen kun je zeggen, daar zijn andere waarden centraler dan vrijheid. Dus waarom eigenlijk dan dit zo centraal gesteld en niet nader in discussie gebracht?
Want welke andere waarden zouden ook een rol kunnen spelen? Bijvoorbeeld coöperativiteit, relationaliteit. Dat gaat volop in de methode waar Lans mee bezig is, speelt een rol. Of een zekere afstemming tussen met het ecologische, zijn dat ook geen belangrijke waarden? Moet je niet zoeken naar een soort van combinatie, een balans van vrijheid, relaties en ecologie? En zo komen we misschien wel heel dicht in de buurt van wat we human flourishing zouden kunnen noemen. Mensen die openbloeien in afstemming met hun natuurlijke leefomgeving. Of zoals ik het zelf graag formuleer, met verwijzing ook naar het begrip liefde, die gezamenlijk gedeelde vreugde creëren. Kortom, in het project van Lans zien we een multidimensionele benadering ontstaan, waar veel meer dimensies van de werkelijkheid meegenomen worden, ook als empirisch ideaal zou je kunnen zeggen. En er zijn gelukkig de laatste eeuw ook allerlei filosofische benaderingen opgekomen die veelvuldige werkelijkheidsdimensies ook recht willen doen. Je kunt denken aan de levensfilosofie, de fenomenologie, pragmatisme van Dewey, James, met prachtige slagzin. Nothing but experience, but nothing less than experience, James. In Nederland kan men denken aan Dooyeweerd en zijn vele aspecten. En voor de economie is dat ook vertaald door Van der Kooi, die spreekt over de simultane realisatie van normativiteit. Dus als Milton Friedman zijn idealen mag hebben en van daaruit zijn economische theorie vormgeeft, waarom anderen ook niet? Sterker nog, kun je eigenlijk idealen wel vermijden? Gooi ze daarom in de discussie en ga de discussie niet uit de weg op basis van een gekunsteld onderscheid van feiten en waarden. Nog een ander gevolg van het zwijgen over die morele, normatieve dimensie is ook dat we een heel andere, nogal indrukwekkende traditie van empirische ervaring voor studenten en leerlingen gesloten houden. En dat is de wijsheid die gedurende eeuwen opgedaan is en geresulteerd heeft in het identificeren van deugden en ondeugden. Deugden als rechtvaardigheid, moed, matigheid, hoop, liefde. Ondeugden als jaloezie, hoogmoed, onmatigheid, gierigheid enzovoort. Mensen hebben in de loop van de tijd empirisch ontdekt dat die ene serie, de deugden, over het algemeen bijdragen aan het goede leven. En de andere serie, die ondeugden, dat goede leven juist verstoren, onmogelijk maken. En het is spannend om dat ook nu, niet in moralistische zin, maar gewoon in empirische zin aan studenten met leerlingen en studenten te bespreken. Merk je dat ook? Als je jaloers bent, word je er gelukkiger van? Wordt de ander daar gelukkiger van? Ja, enzovoort. En dat houden we gesloten als we zeggen, we mogen het daar niet over hebben. Je zult zwijgen over waarden. Het andere punt, dat heb ik al genoemd, af en toe moet ik even doorklikken. Economie als een weinig geïnspireerd vak, gebrekkige vorming van volgende generaties. Ik zal naar het laatste punt toe gaan. Eén punt sla ik over, dat is namelijk dit. Gij zult binnen uw discipline blijven. Dat is ook heel belangrijk hoe eigenlijk wetenschap gestructureerd is. Economie is economie en is niet psychologie. En psychologie is niet theologie en theologie is niet filosofie. En als je daarin, je kunt eigenlijk alleen het een beetje goed doen als je één spoor volgt daarbinnen. Maar als je de dwarsverbanden opzoekt, dan ben je eigenlijk uitgerangeerd. Dan ben je een beetje een loser. Terwijl de kennis zich juist op die grensvlakken zich daar echt interessant manifesteert. De kruising van kennisvlakken, van kennisgebieden, die heel veel echt empirische inzicht in de werkelijkheid geeft. En dat binnen de economie wordt het overigens wel ook erkend in de zin dat men de behavioral turn en dergelijke, er komt veel meer psychologie in inmiddels. Maar goed, daar zal ik verder niet uitvoerig op ingaan. Ik wil een paar implicaties ter afsluiting aangeven voor het economieonderwijs, die volgens mij ook in die methode van Lans, van het BCH-consortium, een hele belangrijke rol spelen. Allereerst het oude paradigma. Je merkt dat daarin modellen heel belangrijk zijn, dat dat eigenlijk op een grote afstand staat van het geleefde leven. En dan wordt het zwaar, dan wordt het ook saai. Veel van de ervaringen van studenten, ook met leerlingen, economie, ja, het lijkt belangrijk te zijn, maar leuk is het niet. En waarom eigenlijk niet? Het gaat over het leven op allerlei manieren. Dat is een centrale uitgangspunt van de methode zoals Lans die ontwikkelt. Aansluiting bij het geleefde leven. En dat is de sensatie van het echte leven mee te mogen maken in school is heel belangrijk voor leerlingen. Theorie die leeft en tot leven komt en het concrete leven verheldert is fascinerend.
En vaak wordt het leven erbuiten gehouden, buiten de school. Maar juist als het in opgenomen wordt, en jullie doen het via games onder andere enzovoort. En mijn zoon is nu 16, 2 jaar geleden liep hij een dag mee met een architect, ging naar een klant op bezoek. En ineens merkte hij van, wauw, dit is het eigenlijk. Hè. Hier gebeurt het. Hè. En hoe meer je het leven niet buitensluit, maar insluit, hoe spannender en boeiender het voor leerlingen wordt. Dus aansluiting bij het geleefde leven, een heel belangrijk uitgangspunt van deze methode, lijkt mij. En de tweede is een morele uitdaging. En het is eigenlijk, als je zegt van, economie is eigenlijk het bijdragen aan een betere wereld. Ooit hè, was het... Voor Adam Smith was het gewoon, hoe houdt een koning zijn boekhouding op orde? Nou, daar word je niet warm van. En dat kan nog makkelijk in die termen gevat worden. Adam Smith voerde al een radicale verandering in. Hoe kan een bevolking welvaart verkrijgen? Het is nu tijd om jongeren te betrekken bij een volgende fase in dit ideële denken. Dat tegelijkertijd ook altijd empirisch zal moeten blijven. Ideële denken in de zin van, draag bij aan human flourishing. Hoe kan dat? En ontwikkel kennis die daaraan bijdraagt, zodat mens en wereld in harmonie verder kunnen. Ik zie hier de contouren, filosofisch gezien, van een ondeugende onderneming. Hè. Men gaat allerlei grenzen over die wij keurig hebben gesteld in een huis als dit, de universiteit. Maar daardoor ontstaat er wel iets heel spannends. En misschien mag ik in dit katholieke huis met een in dit Lutherjaar eindigen met een citaat van Luther, die ook al vercommercialiseerd is, ziet u daar, in Playmobil vorm is hij daar aanwezig. Maar die zei, en ik zei, dat is een beetje een ondeugend project, er wordt wat gezondig tegen wat regels enzovoort. Nou, dat is heel mooi. Luther heeft ooit gezegd, en ik ruk het ook weer prachtig uit zijn verband, had hij de uitspraak, joh, als je zondigt moet je het ook goed doen. Pekka fortiter, zonder stevig. Dan moet je het ook niet half doen, doe het erg. En dan kunnen er ook weer hele nieuwe dingen ontstaan. Nou, kijk, dat lijkt mij een mooie uitsmijter om daarmee te eindigen. Pekka fortiter, ga door. En zonder stevig, want dan gaan er spannende dingen ontstaan. Bedankt. Ik vind dat Pekka fortiter al haast een katholieke uitspraak, eerlijk gezegd. Veel dank hiervoor, Govert. Wat ik vergeten was te zeggen is dat het in algemene zin het idee van het hele symposium is, in ieder geval de eerste drie, is dat een wat filosofisch getinte hoogleraar een verhaal vertelt en een docent daarop reflecteert. Dat zal de eerste drie keer het geval zijn. We hebben Roel Grol gevraagd hierop te reflecteren. Ik moet even precies kijken welke hogeschool je zit. Oh ja, Arnhem en Nijmegen. En Roel heeft een proefschrift geschreven over experimenten in de klas. Roel, ik geef jou het woord. Als je mag daar blijven staan of je mag daar gaan staan. Dat is Oké, prima. Dan... Ja, doe dat. Dan wordt het helemaal gezellig. Nou, Govert, ik wil je in ieder geval hartstikke bedanken voor je inspirerende... moment wat je ons gegeven hebt, eigenlijk ga je in op een aantal punten. Hè? Moet je wel reduceren in de economie? En ik vroeg me af, als je dat dan spiegelt aan wat er elke dag in de klas gebeurt. Kinderen die leren natuurlijk over indexcijfers en dat komt dan uit. Het indexcijfer voor de consumptie is 101,24. Dat maakt het eigenlijk heel concreet voor ze. Hè? En dan kunnen ze een goed antwoord halen in de klas. Want ze kunnen dat uitrekenen en zo'n modelmatige benadering helpt dan misschien ook wel om iets te leren zien. Hoe moet ik dat plaatsen in jouw betoog voor minder reductie? Moet dat dan ook complexer worden, dat soort vaardigheden die je kinderen wil laten aanleren, als je de visie van Lans volgt? Of hoe sta je daar tegenover? Wil je het één op één doen? Ja, dat is goed hoor. Doen we dat. Nou, ik zou even, iets kunnen over zeggen. Ja, alle vragen gelijk stellen en dan alle antwoorden, maar laat het maar zo doen. Prima. Ja. Nou, wat mij, voor zover ik dat heb kunnen zien, hè, van de methode van Lans, dus moeten we met een voorbehoud spreken, zetten ze sterk in op een diversiteit aan talen die gebruikt wordt. En de wiskunde is één taal en dat is natuurlijk ook een fascinerende taal die dingen laat zien en tegelijkertijd verbergt die ook weer dingen. En je hebt dus ook verhalen bijvoorbeeld die een hele belangrijke rol kunnen spelen. En zo is het dus. En de ene leerling zal ook daarmee door aangesproken worden door het een en de ander door de ander. Dus ik denk dat ik zou zeker geen pleit willen voeren voor het niet reduceren. Ik ben alleen erg beducht voor het
voor het eenvormig reduceren, alles reduceren in de richting van, in ieder geval zou het kunnen zijn in de richting van, als je maar een model hebt, dan heb je het te pakken. En dan ontsnap je ook heel erg veel. Ja, dus ik zeg je van, je hebt een model, nou, dat is prima om mee te praten met leerlingen, want dat kan helpen om een bepaald inzicht op te doen. Maar dat is niet het enige, daar zou iets anders tegenover moeten staan. Ja. En ik heb bijvoorbeeld gelezen over Thaler, die schreef in 2000, ja, wat we moeten doen is veel meer vanuit beperkte rationaliteit en beperkt eigenbelang denken. Zijn dat dan elementen die je dan terugziet ook daarin? Nou ja, je kunt bijvoorbeeld, en dat kan in een van de dingen waar ze ook mee werken is games. Nou, en dan zie je, een van de dingen die je merkt is dat altijd het dilemma, het trissende dilemma, zeg maar, van ben ik puur met mijn eigen, volg mijn eigen pad of probeer ik samen te werken. Nou is dat in het prissende dilemma, is verboden te samenwerken. Je weet niet wat de ander doet, je mag geen overleg hebben. Nou, een meer irreële vooronderstelling kan ik niet verwerken. Wat is het nou, in een tijd van communicatie zetten wij een dilemma op waarin je niet mag communiceren. Mm-hmm. Ja? Dat kan in extreme gevallen het geval zijn, maar wat is er normaler dan even de telefoon te pakken of de mail en te zeggen, joh, waar, hoe zit jij erin, hoe zit ik erin, enzovoort. En dan ga je in een onderhandelingssituatie en dan heb je ineens kan er iets heel anders gaan ontstaan. Nou, dat is heel interessant om dat ook studenten te laten merken, of leerlingen ook te laten merken, enzovoort. Dat je als die waren, dat relaties heel belangrijk zijn in het economisch leven. Ja. En dat zonder dat je met mensen praat, zonder dat je overleg hebt, zonder dat je daarin ook wederzijds een vorm van initieel vertrouwen hebt, enzovoort. Komt er helemaal niks tot stand. Nou, dat is een heel andere dimensie dan dat je in een wiskundige formule pakt. Hoewel je vertrouwen kun je ook nog wel meten enzovoort, kan ook, maar je moet ook ervaren. Mm-hmm. Ja. Dus eigenlijk meer vanuit de eigen ervaring en beleving ook die les insteken. Maar dat is dan bijna een soort didactische achtergrond die je dan ook hebt. Hè. Je kunt natuurlijk dat heel mathematisch, modelmatig presenteren, maar je kunt ook leerlingen laten ervaren. Nou ja, dat is de didactiek. Moet altijd ondersteund worden door een methode die dat ook, zeg maar, helpt mogelijk te maken. Als je zegt, ik wil eigenlijk een wat gedifferentieerde didactiek hebben, dan is het ook heel mooi als een methode daar al toe uitdaagt, zeg maar. Dus dat heel nadrukkelijk ook mensen, ook als ze straks het boek lezen, al meteen denken van, hey, dit is het, dit spreekt me op heel verschillende manieren aan eigenlijk. En dat geeft voor docenten hopelijk, maar dat moet zich allemaal ontwikkelen, maar hopelijk ook heel verschillende invalshoeken om mensen met die diversiteit, ook van qua karakters, belangstellingen, ervaringsmodi waarin leerlingen in de klas zitten, om die op heel verschillende manieren te kunnen betrekken bij de stof. Mag ik nog een vraag aan de zaal stellen? Want ik heb eigenlijk, als je dat goed vindt, Marcel, want ik merk van aan de ene kant hebben we natuurlijk een bestaand eindexamenprogramma voor leerlingen bedacht. Van, nou, dat ligt er gewoon. Aan de andere kant voeg je eigenlijk ook in je betoog, wat je gelezen hebt in het werk van Lans ook, een heleboel elementen toe, waardoor je anders leert kijken naar die werkelijkheid. Ik voel een soort spanning. Dus aan de ene kant, dit moeten we doen om dat examen te halen, maar daar staat dit allemaal niet in. En ik dacht, ja, misschien heeft iemand een idee van hoe we die spanning dan kunnen oplossen. Want dat vind ik wel een spannende eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Hoe kunnen we deze spanning oplossen? Ja. Is de vraag duidelijk? Aan de ene kant is de spanning van het examen, aan de andere kant de behoefte om er van alles in te stoppen. Hoe gaan we dat doen? Iemand? Komen we later nog wel op terug hoor. Niemand heeft daar een idee. Nou, er is nog werk te doen. Ah, kijk. Ja, als je dus een beetje dapper zondigt, dan zul je dus een experiment moeten opzetten met één school of twee scholen en zeggen, ja, wij gaan dus een alternatief examen ontwikkelen en kijken of dat gaat aanslaan. Ja. Zo moet je toch beginnen. Heel goed. Iemand anders nog een ander idee? Jij komt straks, hè? Ja, hij mag, hoor. Ja, nee, je mag wel wat zeggen. Ja, of als je belangrijke dingen toevoegt, kan je misschien minder belangrijke dingen eruit laten. Ja. Dus wat kan er dan uit? Juist. Ja, dat is natuurlijk wel een mooie goede vraag. En de vraag is, waar beleg je die dan? Hè? Ja, en moet je die centraal eruit halen? Hè, dat je zegt, nou, we doen geen macro meer, maar een zeer controversiële uitspraak. Of moet je zeggen, van, nou, dat laten we aan scholen zelf over. Klop jij maar. Nou, ik denk dat het allebei kan. Ik denk dat we veel te veel tijd verdoen in school
met belangrijke dingen, maar dat kan allemaal veel effectiever. Volgens mij is er heel veel meer ruimte voor andere dingen erbovenop als verrijking. Waarom niet? Ik vind echt, nou ja, dat is wat ik vind. Oké. Okay. In het licht van de tijd moet ik deze discussie staken. Maar niet na jullie nog één vraag gesteld te hebben, maar die gaat heel efficiënt. Ik herhaal nog even de vier principes van de wetenschap. Hè? En ik ga aan jullie vragen, welke moeten nu echt sneuvelen? Hè, wij zijn dan een beetje ondeugend. Overigens vind ik het heel fijn dat ik onderdeel uitmaak van een project wat ondeugend genoemd wordt, want dat past wel goed bij mij. Even de herhaling van de vier. Hè? De eerste is Occam's Razor, reductioneren. De tweede is waarde en feiten scheiden. De derde is over waarde mogen we het niet hebben. En over het vierde is schoenmaker hou je bij je leest. Hè? Even in mijn eigen woorden. En nu wil ik gewoon van iedereen dat die even zijn vinger opsteekt. Van, als ik zeg nu nummer 1, als jij vindt dat die is de first to go, dan steek je je vinger op. Is dat nummer 2, dan steek je bij nummer 2 je vinger op. Bij 3, bij 3 en bij 4, bij 4. Als je vinger helemaal niet opsteekt, dan denk je dat het eigenlijk allemaal wel prima is. En dan vraag ik je om de zaal te verlaten daarna. Oké, wie vindt 1 het reductioneren het belangrijkste principe waar we het eigenlijk tegen moeten zondigen? Dat is er 1. Wie vindt dat het scheiden van waarden en feiten het principe is waar we het meest tegen moeten zondigen? Nou, dat zijn er een stuk meer. En wie vindt het niet... de derde was het niet mogen praten over waarden het belangrijkste. Ja, dat zijn er nog meer. En 2 en 3 liggen natuurlijk een beetje met elkaar in elkaars verlengde, want ik twijfelde zelf ook al. En 4 is schoenmaker blijft bij je leest. Ah, dat zijn er toch ook flink wat. Ja? Nou, dat is een mooie uitkomst, Govert. Ik dank je erg hiervoor. Het vrede is altijd... Ik zou zelf de neiging hebben om hier ook nog een uurtje over door te praten. Maar dan gaan we andere mensen diep ongelukkig maken. En mij is... Ik ben ingehuurd om dat te verhinderen. Een van de plaatjes van Govert Buijs... was er eentje van de emeritus professor die na zijn emeritaat plotseling weer alles mocht doen. En ik zag de ogen van Bart Notenboom, onze volgende spreker, zag ik opflikkeren en dacht hij van nou, zo zie ik er weliswaar niet uit met dat stokje zo in dat plaatje. Maar stiekem klopt het natuurlijk wel, want in zijn tijd als hoogleraar deed hij innovatie en daarna is hij plotseling allemaal spannende dingen gaan zeggen over filosofie en andere zaken. Bart, the floor is yours. Ik weet dat je stof hebt voor 3 kwartier en die heb je niet. Zojuist vroeg Marcel aan mij toen we begonnen of ik ook een vraag aan de zaal wilde stellen. Ik was daar niet op voorbereid, maar ik heb er eentje bedacht. En het is goed om die meteen te stellen, want dan kunt u tijdens het luisteren kijken wat u daarvan vindt. En de vraag zal zijn, ben ik te radicaal? Ben ik te ondeugend? En ga ik te ver met de destructie? Ik vind het... Is er mijn... Gaat hier iets niet goed? Oh, daar, oké. Okay. Yeah. Even kijken, waar ben jij nou? Kijk, hier wreekt het feit dat... Ik heb... Nee, dit gaat goed hoor. Alleen moet iemand die meer verstand heeft van dit apparaat dan ik... even assistentie komen verlenen. Waarom doet hij dit? Ik heb hem ook nog op een stick staan. Als dat nee, nee, hij staat hier gewoon op. Alleen, om een of andere reden is er geen match tussen wat ik hier zie en wat ik daar zie. Welke knop is daarvoor beoogd? Escape? Ja, die had ik al, maar... Notenboom. Dia. Nou, dit dingetje ken je wel. Oké. Okay. Goed, dank. Dan weten we dat voor de volgende keer. Goed. Ben ik te radicaal, jongens? Even vaststaan. Ja.
Ik vind het ontzettend leuk om betrokken te zijn, zijdelings, met het Goldschmeding project, omdat ik al jaren bezig ben met vrij radicale kritiek op de economische wetenschap. En ook daar sinds een aantal jaren de deugden bij betrek, bijvoorbeeld in een boek dat ik publiceerde in 2014 over een kritische analyse van markten. En mijn meest radicale voorstel daar was om de achter de economie liggende nutsethiek te vervangen door een deugdenethiek. Nou, daar zit ik middenin. Ik ben recent ook geïnteresseerd geraakt door een boek, The Politics of Virtue, van John Milbank en Adrian Paapst. Ik weet niet of je dat kent, het is ook van dit jaar nog. Ik kan het boek niet in alle opzichten aanraden, er staan hele gekke dingen in, denk ik, die ze ook niet waar kunnen maken. Maar er staan een paar hele leuke inzichten in. En dat heeft me ertoe gebracht te denken, ja, de crisis is veel meer dan een crisis in de economie. Er is ook een crisis in de politiek en met name een crisis in het liberalisme. Dus ik trek het nog weer een stukje breder. En ik denk, en die is natuurlijk een verband, hè? Het liberalisme ligt achter de economie zoals we die kenden. En dus in beide is denk ik een overgang nodig van een nutsethiek naar een deugdethiek. En waar ik nu mee worstel is, als deugden toch iets zijn van het publieke domein, hoe zorg je ervoor dat je dat zo doet dat het niet toch weer bevoogd en paternalistisch wordt en dat je dus de vrijheid van keuze ten aanzien van wat jij vindt dat het goede leven is overeind houdt. En waar kom je dan op uit? En dan natuurlijk de vertaling daar naar het onderwijs en daar zal ik zeker zorgen dat ik daar aan toe kom. Wat bedoel ik met liberalisme en economie in crisis? Dat de basisveronderstellingen, en daar ligt die radicaliteit in. En ik heb daar ook over gediscussieerd met Lans en met Harry Commandeur. Dat de basisveronderstellingen moeten anders. Vaak 180 graden gedraaid. En hoe kun je dat doen als je nou de economie overeind wilt houden, maar de basisveronderstelling 180 graden draait, lukt dat dan nog? We moeten van het autonome idee naar sociaal geconstitueerd individu. Wij ontwikkelen ons mentale apparaat, onze emoties, onze individualiteit in interactie met anderen. Dat is primair voor de vorming van je identiteit. Rationele keuze, dan kijk om je heen. De economie is natuurlijk enorm op vooruit gegaan door het incorporeren in de gedragseconomie van inzichten uit de sociale filosofie. Maar ik denk dat de problemen nog weer een stuk dieper gaan. Ook dieper gaan dan wat Herbert Simon ooit gezegd heeft. Onze capaciteit voor redeneren is beperkt. Dus we moeten vuistregels maken die dat makkelijker maken. Ik denk dat het nog een slag dieper gaat. Ik denk dat we in het leven van alle dag van mensen te maken hebben met waarden die meervoudig zijn en niet altijd commensurabel zijn. Niet altijd te vangen zijn in een nutsfunctie of een set van preferenties die aan de gebruikelijke axioma's voldoen, van volledigheid en transitiviteit en dergelijke. En vervolgens dat we te maken met radicale onzekerheid in tegenstelling tot risico. En ik ben dat in mijn vorige werk van innovatie ook tegengekomen, dat de economie toch heel moeilijk om kan gaan met radicale onzekerheid, waar het niet duidelijk is wat de opties zijn waaraan je waarschijnlijkheden wil toevoegen. Als die er niet zijn, kun je niet meer calculeren. En dat is niet alleen de innovatie zo, maar dat is in de relaties ook zo. En ik zal daar straks op terugkomen. Eigenbelang. We hebben natuurlijk jarenlang gedacht, is er gezegd, dat de menselijke natuur is gericht op eigenbelang. Want voor overleving in de evolutie moest dat. Een gen voor altruïsme kan niet bestaan. Daar zijn de gedachten over veranderd. De evolutietheorie heeft inmiddels een redenatie ontwikkeld waarin dat wel degelijk kan. En de empirie. Er zijn bergen van empirisch materiaal die laten zien dat de mens soms altruïstisch is. Helaas is dat parochiaal altruïsme. Het is altruïsme binnen de groep waar je ziet dat je ertoe behoort. Ten koste van argwaan ten aanzien van buitenstaanders. Dat is helaas de prijs die we daarvoor betalen. Maar er is meer in de mens dan dat eigenbelang. En dat we van nut en opbrengsten moeten kijken naar het goede leven. Ja, dan kom je in die hele filosofie van het goede leven en deugden gedefinieerd als de karaktertrekken die je nodig hebt voor het goede leven. En ik zou heden vandaag ook willen toevoegen, wat mij ook erg bezighoudt de laatste tijd, en ja, wie niet, is de achtergrond van het populisme, wat is daar gaande. En naast de gebruikelijke dingen die daarover gezegd worden, denk ik dat dit een belangrijke rol speelt. Dat men het gevoel heeft dat oude deugden van rechtvaardigheid,
family values, saamhorigheid, verbondenheid met elkaar en dergelijke, dat die verdwenen zijn niet alleen, maar ook belachelijk zijn gemaakt. Dus er is een soort van veroordeling gekomen, je bent achterlijk als jij nog houdt aan die waarden. En als ik zie wat er allemaal gebeurt, dan denk ik, ja, we hebben daar in de economie, denk ik, te weinig rekening mee gehouden, ook in het financieel beleid. Dat je dingen toestaat van banken, terwijl dat dus haak staat op wat normale mensen ervaren als deugdzaamheid. En dat wordt ervaren als onterecht. En dat we dus naast economische kosten van efficiëntie ook moeten gaan kijken naar de politieke kosten van dit soort van verschijnselen. Door te gaan op het falen van wat er nu gebeurt, is dus net aan de orde gekomen vrijheid. Ik denk dat er een concentratie is alleen op negatieve vrijheid in het liberalisme en de economie zoals die bekend zijn. Laat me met rust, laissez-faire. Terwijl daarnaast staat natuurlijk ook positieve vrijheid. Amartya Sen is daarmee bezig geweest, de capabilities benadering, ook met Martha Nussbaum. En het moeten het hebben over meer dan alleen maar de ruimte krijgen tot economisch handelen, dingen als ondernemerschap en dergelijke. Mensen moeten ook in staat gesteld worden om de toegang te krijgen tot de middelen die ze nodig hebben, de capabilities om tot een goed leven te komen naar hun keuze. Dat punt dat de menselijke natuur meer omvat dan alleen maar dat eigen belang en dat nu ook evolutionair aantoonbaar is. Een ander ding waar we denk ik steeds tegenop lopen is dat efficiëntie het altijd wint van kwaliteit. De enige kwaliteit die dan aan de orde komt in de economische analyse is ruilwaarde, een oude debat over gebruikswaarde, subjectieve ervaringswaarde, intrinsieke waarde van dingen, dat we daar niet aan toe komen. En waar we ons bewust zijn dat ze er wel zijn, zijn ze veel moeilijker meetbaar. En aangezien je zit in een cultuur van het afrekenen op basis van berekende waarden, loopt dat achter en loopt dat niet in mee. Ik heb een hoge pief uit de gezondheidsverzekering laten horen dat we zijn nog niet toegekomen aan de kwaliteit. 9 jaar na de verandering van het systeem van de zorg, zegt een grote man daarin, die zegt, ja, aan de kwaliteit zijn we nog niet toegekomen. Men is alleen maar toegekomen aan de efficiëntie en aan de kosten. We zijn terechtgekomen in een samenleving die heel paradoxaal is, en dat is een punt wat ik pak uit het boek van The Politics of Virtue. Het is eigenlijk heel merkwaardig. We hebben een marktideologie van laat laissez-faire, de ruimte krijgen. Maar wat zien we? We zien een enorme controle-economie. Van controles op controles op controles, die in feite allerlei arbeid, professionele arbeid, verstikt. In de zorg en in de bouw en in het onderwijs. En dus dat is iets heel merkwaardigs, dat we enerzijds praten over je moet ruimte krijgen, maar in al die systemen geven we dat niet. Op een of andere manier durven we geen risico meer te aanvaarden. Ik denk dat dat ook, nou, ik kom in de verleiding om in te gaan op vertrouwen, daar moet ik me in beheersen, want dat is ook een van mijn onderwerpen. Maar vertrouwen is ruimte geven. En ruimte geven is risico nemen. Niet alles dicht timmeren. En op een of andere manier zijn we dat ook kwijtgeraakt. Dus dat is een hele merkwaardige. Hoe kun je nou verklaren dat we enerzijds die ideologie hebben van laten gaan en laissez-faire, en anderzijds als we kijken naar wat er gebeurt, dat professionele arbeid volledig wordt ingeknald, allerlei opeenstapeling van controlemechanismen die de intrinsieke waarden om zeep helpen. Niet in de laatste plaats mensen afleren om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. En als dat helemaal weg is, bouw je dat ooit nog op. Ruimte voor innovatie, voor experimenteren. En afgezien ook nog van de kosten van die enorme excessieve controlemechanismen. Dus zouden we niet moeten besturen op deugden. En dan ook de risico's die daarbij gepaard gaan leren ervaren. En die dan ook wel weer afgrendelen. Welke deugden? Nou, je krijgt de bekende kardinale deugden van verstand, reflectie, moed, matiging, rechtvaardigheid en de christelijke deugden van geloof, hoop en liefde. En ik zou dus ook willen benadrukken die incommensurabiliteit. Het bewustzijn dat het leven vaak te maken heeft met waarden die niet op één noemer te brengen zijn. Hè? Ik ben ondernemer en het gaat slecht met mijn bedrijf door de economie of door de concurrentie. En wiens loyaliteit en wie staat nou voorop? De betrouwbaarheid ten opzichte van wie? Mijn gezin, mijn werk, mijzelf, mijn gezondheid, mijn werknemers, mijn leveranciers, mijn afnemers, de samenleving.
Is dat gemakkelijk op te tellen in een nutsfunctie? Nee, er zitten lastige keuzes in, omdat het niet zo makkelijk bij elkaar op te tellen is, op één noemer te brengen is. En laten we daar rekening mee houden. Ik laat weer één modelletje zien, ik ga het niet uitleggen. Dat is een modelletje over de economische waarde van verschil en het vermogen om daarmee om te gaan. Ik ga het modelletje niet uitleggen, hij staat hier. Omdat het punt van de discussie zo net ook was, hoe ver ga je met die abstractie en met die reductie? Ik vind dat we inderdaad tegen die reductie in moeten gaan, maar dat wil niet zeggen dat je abstractie weggooit. Alleen moet je je consequent de vraag stellen, als je een modelletje maakt en daarvoor abstraheert, betaal je er altijd een prijs voor, gaat dat in dit geval te ver? Is het model, is een abstractie adequaat voor het probleem waar ik mee bezig ben? En laat het niet zo zijn dat de werkbaarheid van het model voorgaat op wat heb ik eigenlijk aan het model en in hoeverre kan ik daar in de realiteit wat mee. Dus ik maak zelf modelletjes waar ik denk dat dat nog kan, maar ik stel me wel die vraag en doe het dan niet. Concurrentie en samenwerking, daar zit denk ik een vrij diepe filosofische vraagstuk ook achter waar ik mee bezig ben. Ik heb 15 jaar geleden een boek over vertrouwen gepubliceerd. Ik ben nu net in overeenstemming met een uitgever om een nieuw boek te maken en dan in het Nederlands en voor een wat breder publiek. En dat moet wel als het in het Nederlands is. En te kijken naar allerlei filosofische achtergronden ook daarvan. En ik laat me ook inspireren door de filosofie van Levinas, de filosofie van de ander. En wat ik daaruit haal is de volgende redenatie. De hoogste vorm van vrijheid is vrijheid ook van je eigen vooroordelen. Daar heb je de oppositie van de ander voor nodig. Dus de oppositie van de ander is niet lastig, maar dat is iets wat nodig is voor jou om te groeien. Maar dat impliceert per definitie in relaties fundamentele onzekerheid. Levinas zegt, je moet niet praten in termen van openheid. Het suggereert dat je huis klaar is en dat je de deur openzet en dat de vreemdeling binnen mag komen. Nee, die vreemdeling heb je nodig om je huis te bouwen. Vanwege zijn andere inzichten in wat bouwen is. Dat is dus per definitie dat die relaties die juist toegevoegde waarde leveren, die spirituele groei leveren, fundamenteel onzeker zijn. En als het fundamenteel onzeker is, kan je niet meer calculeren en heb je vertrouwen nodig als een leap of faith. En vervolgens, vertrouwen is een prachtig onderwerp om die deugden te illustreren. Ik heb daar nu niet de tijd voor, om die deugden langs te lopen en te kijken hoe die aansluiten op een nader begrip van het vrij complexe en glibberige begrip van vertrouwen. Hier spring ik even overheen, want ik denk dat ik daar geen tijd meer voor heb, maar ik denk dat... Ik spring er overheen. Laat ik één zin zeggen. Het is denk ik goed om, als je over deze dingen nadenkt, dat je een goede causaliteit van handelen hebt. En ik grijp ook daarvoor terug op Aristoteles met zijn meervoudige causaliteit. En ik merk keer op keer hoe vruchtbaar dat is als je praat over menselijk handelen en het invloed van beleid daarop en invloed van omstandigheden en relaties daarop. Wat onderwijs betreft, ik heb een recente ervaring bij de Bildungsacademie in Amsterdam, waar ik een module gecoördineerd heb. En zoals u misschien weet, de idealen van de Bildungsacademie zijn om naast het kritisch analytisch denken ook aandacht te besteden aan het vermogen tot ontwikkeling van de persoonlijkheid. De ontwikkeling van expressie en ook goed burgerschap. Wat is je bijdrage aan de samenleving en hoe realiseer je dat? Ik denk dat een goed inzicht is. Ik moet wel zeggen dat gaandeweg er wat verschillen van meningen ontstonden over hoe je dat dan moet invullen. Maar niettemin, ik denk dat een goede invalshoek is. En waar ik met name voor zou willen pleiten is het Aristotelische begrip van phronesis, praktische wijsheid, waarin je omgaat met die pluriformiteit van waarde, plus het feit dat de afweging die je dan maakt afhangt van de context, dat vergt een vorm van praktische wijsheid die niet te vangen is in universele strikte regels die altijd en overal voor iedereen gelden. Dus dat zijn misschien vrij abstracte dingen, maar ik denk dat over na zou moeten denken voor het onderwijs. Tot slot, zoals ik zei, ik denk dat je het breder moet trekken, ook naar een andere visie op de samenleving dan het liberalisme. Ik heb daar ook vrij concrete dingen over, bijvoorbeeld die verstikking door allerlei controlemechanismen, het begrip horizontale controle, wat een vorm van controle is die wat meer gebaseerd is op vertrouwen. Dat is een idee dat ik jaren geleden ontwikkeld heb
wat een jaar of 9 geleden geïmplementeerd is, ministerie van Financiën voor de Belastingdienst. Decentralisatie, teruggaande naar de populistische opstand en het bezwaar van de afstand tussen burger en politici. Wat je ziet, ik heb dat ook getoetst op een college met jongeren, is dat je toch ook jongeren ziet die steeds meer met elkaar zich gaan gedragen in de teneur van de dingen waar wij het hier over hebben. Met elkaar dingen gaan ondernemen, niet noodzakelijk meer een auto nodig hebben of een televisie of dure reizen. En met elkaar duurzaam gaan ondernemen, gaan bouwen enzovoort. En ik denk ook dat de technologie daar de mogelijkheden toe geeft. Sociale media heeft allerlei negatieve effecten, maar het heeft ook een positief potentieel. En ik denk dat er in een goed gebruik daarvan middelen ontstaan voor een decentralisatie van de politiek naar gemeenschappen. En dat de burger dichter bij de politiek brengt. Ik was laatst, en Govert was daar ook, bij een oratie van de Graaf, Gelt de Graaf. En die maakte een hele mooie opmerking over democratie. Hij zei, onze opvatting over democratie was positionering. Dus eens in de 5 jaar maken partijen hun programma's. En dan positioneert de burger zich door te kiezen. En we moeten naar democratie als proces. Dat je continu eigenlijk betrokken bent in wat er gaande is, allerlei lokale beslissingen. En ik denk dat ook een van de dingen is die je zou moeten doen om die klacht over de afstand tussen politici en burgers daar wat aan te doen. En tot slot, Carthago moet verwoest worden, Marcel. Ik denk dat in deze gedachtegang het idee van de basisinkomen ook prima past. Ik wil de discussie vandaag daar niet mee belasten, maar zoals ik zei, Carthago moet verwoest worden. En als je meer wilt weten, dan ik heb een filosofieblog en ik heb blogjes gebundeld op mijn website over al dit soort van onderwerpen. Dank voor de aandacht. Bart. Voor ik het woord geef aan Ton van Haperen, die de discussiant is en die onder andere docent is op het Rietovius College. Oké, dan staat het hier verkeerd. Of ik spreek het verkeerd uit. En ook nog een heleboel andere dingen gedaan heeft. Hij heeft een opleider en heeft een schoolboek gemaakt en nog een heleboel andere dingen. Ben ik toch niet vergeten dat Bart met een vraag was begonnen. En die wil ik dan toch eerst even stellen. Is Bart te radicaal? Wie vindt dat? Ja, dat dacht ik al. Ik vind die vraag ook een beetje, ga je dan maar eens je vinger opsteken? Dus ik ga hem toch een beetje herformuleren. Is Bart radicaal? Nou, mag ik het toelichten? Nee, je mag het niet toelichten. Is Bart radicaal? Ja, dat is toch al wel... Ik wil er toch één opmerking bij maken. Het was ook een discussie die ik heb gehad met Lans en met Harry. En de vraag was, kunnen we nou wat we willen bereiken doen door de economie te transformeren, of is het de zodanige creativiteit dat het creatieve destructie is? En dat als je gaat proberen zonder aantasting van de basisveronderstellingen omtrent gedrag en een aantal andere zaken, daar dingen aan toe te voegen, dan wordt het veel te ingewikkeld en dan bereik je die reductie die je toch ook wel een beetje wil, bereik je niet. Dus het is radicaal. Je moet de basisveronderstellingen vervangen door nieuwe, door andere. Ja. Maar ik denk dus als ik mensen vraag hier, is Bart radicaal? Dat zij hun eigen mening over wat er zou moeten gebeuren als de maat beschouwen, in plaats van of het radicaal is ten opzichte wat de gemiddelde Nederlander of de gemiddelde economie. Dan is het zeker radicaal, want daar hoeven we niet eens een mening over te formuleren. Dan hoeven we alleen maar de feiten te confronteren met wat je zegt. Dat is radicaal. Ja, dus laten we, het is ook niet erg, maar het is wel een feit. Maar de vraag is dus, geloof je dat je de economie kunt transformeren zonder die radicaliteit dat je zegt, ik moet zodanig fundamentele onderliggende veronderstellingen veranderen, dat het eigenlijk geen economie meer is. Ja. Maar laten we nu niet al het gras voor de voeten van Ton wegmaaien, hoewel dat waarschijnlijk toch niet lukt. Ton, de floor is yours. Ja, mag ik een korte verhaal vertellen? Ja, natuurlijk. Oké, ga ik even daar staan. Ja, je mag ook een microfoon, een loopmicrofoon, als je daar happy bij voelt. Whatever you want. Ik sta prima zo. Ja. Dus, ik vind Bart helemaal niet radicaal. Dat is één. Ik denk dat we in het denken over politiek, samenleving en onderwijs op een kruispunt staan. En dat er inderdaad dingen gaan veranderen.
Alleen weet ik niet precies wat. En daar heb ik daar wel een vraag over. Maar ik wil eerst even een verhaaltje over vertellen. Mijn vraag is natuurlijk vanuit het perspectief van de leraar. Ik ben leraar. En de kwaliteit van de leraar is dat hij aldoende een heel sterke praktijkkennis ontwikkelt. En mensen hebben dan altijd ook praktijkkennis, kennis van de praktijk. Nee, ik bedoel dat die leraar in die klas, met dat vak, met die leerlingen, 100 dingen tegelijk doet. En die dingen die hij allemaal tegelijk doet, daarin vormt zich een stelsel van kennis waarmee hij dus les kan geven. Dat is een moeilijk grijpbaar iets. Ik ben namelijk ook leraaropleider. Er is veel over onderzocht en bedacht. Het is allemaal niet zo makkelijk. Dus dat is een lastig ding. Dus ik wil een vraag stellen vanuit die praktijkkennis. En ook even terugkijken op wat er met onderwijs gebeurd is. Want het onderwijs dobbert op de tijdgeest. En het verhaal van Bart is in wezen een ingreep in de tijdgeest. De tijdgeest is aan het veranderen. Het denken over politiek, samenleving verandert. Ik ga even met u terug. Dus als je kijkt naar de periode tussen 1945 en 1975. Dit is volgens de economist en Nobelprijswinnaar Stiglitz de gelukkigste periode geweest die we gehad hebben. Hij zegt zelf, ik ben in die tijd opgegroeid, ik dacht dat dit normaal was. Hij zegt, maar het is niet normaal, de cohesie, het geluk, het gevoel dat je kinderen het beter krijgen dan jezelf. Het onderwijs was op dat moment eigenlijk heel vreedzaam, prettig, gezellig. In die tijd, de tijd dat zeg maar, de overheid steeds groter werd en steeds meer leuke dingen voor de mensen ging doen, was het onderwijs ook anders. Het onderwijs hier was op dat moment de school. De school kon tegen die overheid zeggen van, ik heb meer kosten, betaal die voor mij. De overheid betaalde die ook. En de school werd geleid en was van leraren en werd ook geleid door de eerste onder zijn gelijken, zijnde de rector. Het was een heel apart autonoom instituut. Op het moment dat we toen economie gaven, hadden we de economie van Arnold Heertje. Arnold Heertje had dat bedacht. Die had een waardevrij onderwijs bedacht op basis van begrippen die hij volgens mij zelf uit zijn eerste jaar, wat hij bij rechten gaf, gewoon uit de syllabus gehaald had. En dat was het vak. Daar kwam een antagonist op, de landelijke werkgroep economieonderwijs, en die zei toen van, we gaan dat anders doen, het moet maatschappelijker en het moet waardegeladen zijn. Dat zijn discussies die we dus al eerder gehad hebben. Wat je dan ziet is dat op een gegeven moment, dat duurt tot 1975, die gelukkige periode. In 1976 wint Milton Friedman de Nobelprijs. En Milton Friedman is eerder genoemd, dat is de meneer van de eigen verantwoordelijkheid, de vrijheid, zeg maar de voorloper van het neoliberalisme. Op dat moment neemt de tijdgeest het onderwijs weer mee en het verandert totaal. Mensen hebben dat niet in de gaten, want die zien alleen die schoolgebouwen en een school is een school. Maar dat is niet zo. Die school wordt anders georganiseerd, je krijgt ineens dat de maatschappelijke ondernemer het uitmaakt, meten is weten, er komt een hele nieuwe toetscultuur die valide en betrouwbaar moet zijn, de leraar wordt afgerekend, sterker nog, in het huidige bekostigingsstelsel is de leraar de kostenpost en de leerling staat voor de opbrengsten. En dat kun je zien, want de leraar is daardoor aantoonbaar verwaarloosd, zowel in zijn kennisontwikkeling als in zijn salaris trouwens. En ik denk inderdaad dat voortkomt uit de gedachte van, als ieder, dat is natuurlijk die periode van het neoliberalisme, dat was Gordon Gekko van de film Wall Street, Greed is Good, en als iedereen maar zijn eigen belang nastreeft, levert dat ook het grootste belang op voor iedereen. Maar dat rationele individu bestaat niet. Dat is natuurlijk in dat verhaal, dat rationele individu, dat zijn eigen belang, dat weten we al lang. De gedragseconomie heeft dat laten zien. En ik bedoel, wij weten ook, we zitten hier en we zijn met elkaar op een of andere manier verbonden. We werken samen hier om het een beetje gezellig te maken ook. En nou komt mijn vraag natuurlijk, Bart. Ik denk inderdaad dat we dat neoliberalisme, dat hele gedoe in dat onderwijs, dat gaat anders worden. Maar ik ben een jongen van de praktijkkennis. Ik geef gewoon een vak. Ik geef les in een vak op een school. Ik wil weten, hoe gaat die school er anders uitzien? Hoe gaat mijn vak veranderen? Wat moet ik anders doen? En wat ga ik? Wat moet? Ik moet niks. Wat ga ik anders doen? Heb je daar opvatting over? Ook een beetje aan de discussie na de vorige presentatie over wat ga je nou doen in dat onderwijs. En het te radicaal slaat natuurlijk ook daarop. Je kunt niet in één keer dit allemaal invoeren met bestaande examens enzovoort. Nou, één iemand die zei al van, probeer aan de randen daarvan ook eens met wat andere vormen van examens te werken. Maar misschien kun je ook van binnenuit, toch binnen het bestaande kader, toch bewegingen maken. Bijvoorbeeld, ga in op die samenwerking die ook in de economie belangrijk is. En waarom? En wat is de rol van vertrouwen daarin?
Sommige economen zeggen vertrouwen kan niet bestaan, want in concurrentie, als je niet elke kans neemt op maximale winst, dan overleef je niet in de markt. Ik heb die discussie gehad met Oliver Williamson bijvoorbeeld. Maar als je even doordenkt, dan realiseer je dat als die radicale onzekerheid is voor het bij elkaar brengen van nieuwe dingen voor innovatie, daar heerst die radicale onzekerheid en is dus vertrouwen absoluut noodzakelijk, ook in de economie. Dus het lijkt mij mogelijk om vanuit bestaande issues in de economie het perspectief wat te verbreden en op die manier les te geven. Dus dan kom je op andere manieren van lesgeven? Ja, proberen die nieuwe elementen in te brengen in discussies hierover. Maar bijvoorbeeld ook met zo'n modelletje. Wanneer gaat een modelletje te ver? Dat vraagstuk van de reductie. Wanneer is de abstractie van een model contraproductief? Omdat het het probleem om zeep helpt in plaats van op te lossen. En dat je op die manier misschien, want ja, je wilt niet wachten totdat de revolutie heeft plaatsgevonden en alles veranderd is. Je moet onderweg iets gaan doen. En toch, denk ik, kan je het onderwijs meer inrichten naar die idealen van die Bildung. Die frunesis, die praktische wijsheid, kan je dat op een manier proberen in te brengen. En kan je van daaruit stapjes maken die op den duur toch het doel bereiken. Geholpen ook door het boek van Lans. Ja, natuurlijk. Maar die frunesis, ik moest het even opzoeken thuis, maar... Dat is natuurlijk een prachtig woord, maar eigenlijk is het eenzelfde term als die, en daar zit een beetje mijn ding, dit is eigenlijk hetzelfde als wat Von Humboldt, dat is de man van de algemene vorming in de 19e eeuw, die zegt dit soort dingen natuurlijk ook. En als je kijkt naar wat er daadwerkelijk in het onderwijs gebeurd is, ik bedoel, dat is eigenlijk de bedenker van het gymnasium, die zegt van je kunt via klassieke teksten naar de werkelijkheid kijken, en zo kun je eigenlijk alles leren, en voor de rest doe niet zo ingewikkeld, het gaat om het leren, als je maar leert. Als je je maar ontwikkelt, afhankelijk van wie je bent en wie je wil worden. En, maar juist die elementen die zijn eigenlijk de afgelopen 30, 40 jaar vakkundig gesloopt. Toch? Ja, die moeten dus terug natuurlijk in een andere vorm. Ja, maar hoe? Oké, dat vind ik wel een mooie moment om in te grijpen, want dit is in de $1 million question. En die ook ongetwijfeld ook in de rest van de middag en ook bij Lans in zijn oratie, weet ik stiekem, nog terugkomt. En in het belang van de volgende sprekers moet ik daar toch een pauze in lassen. En die duurt, die begint weliswaar iets later, maar die eindigt toch echt op hetzelfde tijdstip. En dat is om 2:00. Dank jullie wel, zowel Ton als Bart. Die het nog steeds doet. Ja, hij doet het weer. Mooi. Nou, we zijn keurig op tijd. Een van de doelen van de voorzitter is om de tijd te bewaken. Dat gaat goed. Ja, beste mensen, de volgende spreker, toen ik op zijn website ging kijken, vond ik toch wel de... Een van de meest curieuze motieven om filosoof te worden, hoewel ik hem wel weer snapte. Het motief was namelijk dat hij eigenlijk economie was gaan doen, maar de wiskunde in die opleiding zo ontmoedigend vond, dat hij dan toch maar filosofie was gaan doen. En daar kan je dan ook hoogleraar mee worden. Dus dat is heel, heel goed te horen. En aan de titel van zijn presentatie te zien... gaat hij zondigen tegen vermoedelijk minimaal 2 van de principes van de eerste spreker. Dus, maar misschien vergis ik mij wel en wij laten ons graag verrassen door Jack Vrome, Erasmus. De titel kunnen jullie zelf ook lezen. The floor is yours, komende 20 minuten. Oké, dankjewel Marcel. Fijn dat ik hierbij kan zijn. Ik zie het ook een beetje als een mogelijkheid om een discussie die ik al begonnen was, met name met Lans, voor te zetten. En eigenlijk zie ik het ook een beetje als een nieuwe poging om hem net nog eventjes een zetje te geven. Eigenlijk richting wat Govert ook bepleit heeft in zijn eerste verhaal. En ik merk dat, dat er toch een enige ambivalentie nog wel is in het project. En ik zou dus eigenlijk gewoon even een zetje willen geven. De verleiding is ook erg groot om iets te zeggen over die geschiedenis van mij, maar dat zal ik maar eventjes... achterwege laten. Goed. Eens even kijken. Ja. Dus ik, anders dan Bart, die dan eigenlijk met name zijn eigen omvattende programma eigenlijk presenteert,
ga ik toch vooral proberen aan te sluiten bij zeg maar de nieuwe voorstellen voor het onderwijs, zoals geformuleerd door, hoe was het ook weer, het BCH-consortium. Wat mij heel erg aanspreekt in die nieuwe opvattingen is dat er pogingen worden gedaan om nieuwe inzichten in de economie door te laten sijpelen in het economieonderwijs. Ook middelbaar schoolonderwijs. Dat vind ik heel erg goed. Dat vind ik, ik denk dat dat inderdaad wel een probleem is, dat zeg maar die tekstboeken, die handboeken nogal naijlen. En ik denk dat er heel interessante nieuwe inzichten zijn die een plek verdienen, ook in middelbaar scholieronderwijs. En wat ik dan met name bedoel, er zou ook andere dingen kunnen zijn, maar wat ik vooral zie, is dat er dus inzichten vanuit de gedragseconomie, ook met name over inderdaad beperkte rationaliteit, maar ook economie van liefde, noem ik het maar kortzijdshalve. Dus de onderkenning dat er naast zoiets als zelfbelang of eigenbelang ook hele andere motieven een rol spelen in ook economisch gedrag. Altruïsme, dat is al even genoemd, reciprociteit, al dat soort zaken. Wat ook al vaker wordt samengevat onder de noemer sociale preferenties, dat ook een plaats vindt in het onderwijs. Maar ik denk dat hiermee al op een bepaalde manier waarden worden onderkend. Maar dat is eigenlijk in zekere zin, om het dan een beetje in die principes van Govert te houden, een beetje onschuldig. Dat is nog niet zo heel erg ondeugend. Dan zeg je eigenlijk van, als we gewoon goed gaan kijken naar wat mensen voortbeweegt in hun gedrag, feitelijk is dat niet alleen maar eigen belang, maar zijn dat ook allerlei andere motieven. En dat kun je dus proberen te onderzoeken. Dat is eigenlijk in zekere zin iets wat je in principe, zou je denken in ieder geval, op een waardevrije, objectieve, onpartijdige manier zou kunnen bestuderen. Maar dat is zeker niet het enige, denk ik, wat Lans en Marcel en Ferry betogen in het boek. Wat ik zie in hun voorstellen is dat ze wel degelijk ook bepaalde zaken beamen of ondersteunen, bevestigen. Eigenlijk voorzien van een goedkeuring, zonder dat dat expliciet gebeurt. En dat zie je met name terug als ze zoiets ondersteunen als samenwerking, verbondenheid, et cetera. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat soort gedrag dat wordt geproduceerd vanuit die sociale preferenties, dat zij dat ook eigenlijk heel goed vinden. En eigenlijk zouden ze ook willen dat dat meer zou gebeuren. Alleen, dit blijft allemaal heel erg impliciet. Dat zou ik dan willen samenvatten onder dat tweede punt wat hier staat. En dat zit dan meer zeg maar, op het gebied van normatieve welvaartseconomie, zou je kunnen zeggen. Van dat economisch beleid erop gericht zou moeten zijn om ook dit sociale of prosociale gedrag, gedrag dat echt helpend is ten opzichte van anderen, om dat te bevorderen. En dat is natuurlijk overduidelijk normatief. Dat leidt geen twijfel. En dit zijn dan twee manieren, op zijn minst, waarvan ik denk dat waarden een rol spelen in de opvattingen van het BCH-consortium, van hoe economieonderwijs zou moeten veranderen. Maar ik vind dus het een probleem dat dat te impliciet blijft. Dus dat daar niet eigenlijk een nek wordt uitgestoken. Eigenlijk wordt er min of meer, zeg ik het misschien een beetje negatief, ik zou het misschien ook positiever kunnen formuleren, maar dat er zich een beetje wordt verscholen achter natuurlijk weten wij allemaal al wat wenselijk gedrag is. Dat weet ik niet of we dat allemaal vinden. En ik zou dus ook willen uitdagen, de drie auteurs, om daar gewoon wat helderder, explicieter over te zijn en ook om het een beetje toe te lichten. Dus dat is mijn eerste oproep, dat eerste zetje wat ik wil geven. Ben wat opener en eerlijker over je eigen waarden. Waarom vinden wij samenwerking wenselijk?
Ja, er kunnen allerlei antwoorden op gegeven worden. Ook de vraag bijvoorbeeld van, vinden wij samenwerking altijd wenselijk? Hè, dat soort zaken. Ik bedoel, uiteraard heeft samenwerking, ik denk bijna voor iedereen, een positieve connotatie. Maar dat neemt niet weg dat het denk ik goed is als jullie gewoon veel duidelijker aangeven waar jullie nou zelf voor staan, wat dit betreft. Dat, ik denk dat het verfrissend en stimulerend is, hè, ook voor studenten om daar ook zelf wat meer over na te denken. En ik denk dat als je het niet doet, dat het ook een groot gevaar loopt dat het gewoon averechts uitpakt. Want dan gaan mensen misschien denken van, ja, maar wat, ja, wat is hier de verborgen agenda? Hè, van, welke kant word ik eigenlijk opgestuurd? En ik denk dat het zeker in het huidige klimaat, nou, daar heeft Bart ook wel iets over verteld, werkt dat denk ik helemaal niet. Dat voedt eerder het wantrouwen van dat mensen denken van, nou, waarom zou ik me hier achter moeten scharen, dan dat het nou juist vertrouwen wekt. Onder scholieren heb ik dan over, of onder studenten. Dus mijn oproep is eigenlijk van, ben daar veel helderder, explicieter over, licht het ook toe, leg het uit. En daarbij kun je een beroep doen op een rijke traditie in de filosofie, uiteraard. Er is veel over te doen. En ook op het gebied van waarde en economie zijn er heel interessante nieuwe studies verschenen waar jullie je voordeel mee zouden kunnen doen. Maar ook zouden jullie kunnen putten, en dat is ook interessant, en dat mis ik ook een beetje, door alle nadruk op nieuwe inzichten dreigt ook een beetje de traditie of de geschiedenis in de economische theorievorming zelf achterwege te blijven. En ik denk dat daar een enorme schatkamer is, een schatkist aan allerlei ideeën. Ik heb hier bijvoorbeeld Gunnar Myrdal genoemd, die een Nobelprijs heeft gekregen in 1974, die al hele interessante en ook echt filosofisch, echt zeer verantwoorde stukken heeft geschreven over waarden en hoe zij economisch onderzoek beïnvloeden. En ook daaruit de conclusie trekt zelf van, als dat onherroepelijk het geval is, kunnen we daar maar beter openlijk voor uitkomen en onze kaarten op tafel leggen. En daar ben ik het ook helemaal mee eens. Wat mij ook opvalt, dat is een tweede aspect, dat heb ik nog niet zo besproken met Lans, is dat jullie wel heel erg inzoomen op maatschappelijke waarden. Hè. En dat begrijp ik ook. Maar er zijn natuurlijk ook zoiets als cognitieve waarden. Wat wil je je leerlingen of je studenten meegeven? Wat is je eigen vormingsideaal? Ergens las ik ook in de stukken die ik had gekregen dat jullie ook de leraren en docenten oproepen om daarover na te denken en daar ook eerlijk over te zijn. Maar ja, diezelfde vraag zou ik ook aan jullie zelf willen stellen. Van, wat is jullie eigen vormingsideaal? En waartoe leiden we de leerlingen en studenten op? Nou, Bart heeft ook al wat dingen daarover gezegd, over Bildung en wat daar allemaal onder verstaan zou kunnen worden. Ik zou dus ook graag willen zien dat jullie daar ook een wat openlijker en eerlijker verhaal over zouden vertellen. En ik zou ook een lans willen breken, ja, dat is misschien een woordspeling, ja, die niet helemaal toevallig is, dat jullie ook daarbij... nee, dat geloof ik ook, ja. Dat geloof ik meteen, ja. Dat ook de liefde voor de waarheid, of waarheidsvinding, eigenlijk hele traditionele waarden, die misschien eigenlijk een beetje ondergesneeuwd zijn geraakt, om die ook een heel nadrukkelijk een plaats te geven. Dat we dat vooral niet uit het oog verliezen. Dus dat je ook eigenlijk leerlingen en studenten aanleert om zeg maar open te blijven nadenken, of kritisch te blijven nadenken over dingen. En ook vooral duidelijk te maken dat alle kennis een voorlopig karakter heeft, feilbaar is, herroepen kan worden en meestal ook herroepen wordt, feitelijk. Dus ook besef van eigen feilbaarheid en ook feilbaarheid van economen moet daar denk ik een rol gaan spelen. Dat betekent wat mij betreft ook dat we de eerlijke voor moeten uitkomen, ook in het onderwijs, dat er heel veel is wat economen nog niet weten. Of nog niet allemaal goed weten. Dus wat in ieder geval voorkomen moet worden, is dat de indruk wordt gewekt dat met al die nieuwe inzichten wij gelukkig eindelijk helemaal begrijpen hoe alles werkt. Was het maar waar, zou ik zeggen. Maar daar geloof ik eerlijk gezegd niks van. Er zijn nog zoveel dingen waar wij heel erg weinig van weten. Kom daar ook eerlijk voor uit. Dat is denk ik alleen maar goed voor studenten als ze daar ook op gewezen worden.
Nou, een voorbeeld waar ik zelf ook een beetje mee bezig ben geweest de laatste tijd. Er is nog wat te doen over crowding out effecten. En economen houden zich daarmee bezig. Hè. Het idee van, als je financiële prikkels toedient, dan leidt het erop dat het vaak averechts uitpakt. In ieder geval anders uitpakt dan economen altijd gedacht hebben. Dus stel je voor dat je iets met financieel beloont, dat dan juist het minder gedaan wordt en niet meer wordt gedaan. Er zijn allerlei traditionele voorbeelden hier. Titmus met zijn bloeddonatie, maar ook bijvoorbeeld dat Haifa-kinderverblijf voorbeeld van boetes die worden ingesteld als ouders te laat hun kinderen komen ophalen. Nou, wat gebeurde er? Meer ouders kwamen later hun kinderen ophalen. Nou, dat soort voorbeelden bedoel ik dan. En daar is interessante literatuur over, maar kunnen wij nou bijvoorbeeld zeggen, en dat heeft dus te maken ook met die sociale preferenties, zo wordt het althans heel veel geanalyseerd, hè. Wat er dan gebeurt is het idee hè, dat die financiële prikkels die sociale preferenties naar de achtergrond verdringen. Interessant allemaal, maar zouden we de stelling voor onze rekening durven nemen dat wij dit nu helemaal begrijpen? Nou, dat denk ik niet. Er is nog heel veel hier, denk ik, onduidelijk. Zeker ook wanneer we naast financiële prikkels ook naar andere soorten prikkels in oogschouw nemen. Dus bij al die nieuwe inzichten is het maar zeer de vraag of wij kunnen beweren dat wij hiermee de werkelijkheid echt goed begrijpen. Meer in het algemeen, dat is het laatste punt op deze bladzijde, denk ik dat een probleem is dat we eigenlijk in de economie een veelheid aan verschillende modellen en theorieën hebben. Dus het probleem, ook als je gaat terugkijken naar de financiële crisis, is niet zozeer, denk ik, dat we gewoon te weinig theorieën of modellen hebben, maar misschien eerder dat we er te veel hebben. Misschien een hoop daarvan die een beetje in de vergetelheid zijn geraakt en een beetje ondergestoft zijn, als dat een goed woord is. Maar er zijn dus heel veel verschillende theorieën en modellen. De vraag is alleen, en dat is iets wat ook, heb ik gezien, door het consortium wordt opgemerkt, van hoe weten wij, of wat weten we nu eigenlijk van de centrale vraag, wanneer welk model toepasbaar is? En ik denk dat we daar ook met heel veel onzekerheid zitten, of met heel veel onwetendheid zitten, is misschien een betere term hier. En ik denk dat dat ook helemaal niet verkeerd is, als dat gewoon ook onder de aandacht gebracht wordt van leerlingen en studenten. Dus om maar gewoon ook duidelijk te maken van, wij weten lang nog niet alles. Ook hier wil ik dan mijn eigen suggestie opvolgen. Van, kijk ook eens wat meer in de rijke schatkamer van de traditie van economische theorievorming. John Stuart Mill, daar kun je altijd hele mooie citaten vinden. Wat hij eigenlijk hier in het citaat zegt is eigenlijk van, we kunnen ons misschien heel erg goed wapenen tegen het maken van fouten in redeneringen. Dus onze modellen kunnen we heel mooi sluitend maken. Daar kunnen we genoeg controle en discipline in hebben. Maar tegen de mogelijke fout die we kunnen maken om dingen over het hoofd te zien, wat wapent ons daartegen? Ik denk dat, alhoewel natuurlijk de economie in zijn tijd er heel anders uitzag dan de economie van nu, ook met allerlei nieuwe inzichten, is dit denk ik een heel waardevol inzicht. Ook hier altijd zou je een soort bescheidenheid moeten betrachten, ook als docent van economieonderwijs. En Hayek, dat is de andere Nobelprijswinnaar in 1974, hij kreeg die prijs samen met Gunnar Myrdal, de persoon die we al eerder gezien hebben, die ook heel, denk ik, terecht opmerkt van, we mogen al heel blij zijn als economen als we gewoon tendensen weten op te sporen. Tendensen die ook een soort robuustheid hebben, een soort invariantie hebben in verschillende contexten. En we moeten überhaupt niet de illusie of de pretentie hebben dat wij gewoon heel precies dingen kunnen voorspellen. Goed, ik weet niet hoe ik in tijd zit, misschien ga ik wel te hard, maar dat vind je niet erg vast, denk ik. Nee, maar ik wil nog wel meer ruimte voor discussie geven. Is dit nog natuurlijk even iets. Daar heb je zeker ruimte voor. Ja, okay. Ja. Dus even samenvattend, de dingen die ik heb willen betogen hier. Ik roep dus jullie op om jullie eigen waarden, zowel maatschappelijk, moreel, maar ook cognitief, jullie eigen vormersideaal, meer toe te lichten, gewoon duidelijk te maken, expliciet te maken. Doe niet net alsof economen alles weten.
Het is mooi dat we allerlei nieuwe inzichten hebben. Die zijn uiteraard waardevol, maar overdrijf niet. En lardeer het in ieder geval met ook interessante verwijzingen naar de eigen geschiedenis van het economisch denken. Want daar ligt heel veel waardevol materiaal. En dat is ook een hele goede, zeg maar, antidote, als het ware, tegen het idee dat het laatste altijd het beste is. In de economische theorie is dat denk ik niet altijd het geval. Hier wil ik het graag belaten. Ja. Dank je wel. Toen ik moest nadenken over de allocatie van, want ja, ook dat is economie, hè? Allocatie van de leraren, de docenten over de sprekers, had ik het gevoel dat dat enigszins arbitrair was. Ja, die drie docenten en drie sprekers die allemaal een wat filosofisch getint verhaal doen. En het is daarom ook echt toeval dat de spreker die zich als het ware het meest rechtstreeks tot wat een of andere onverlaat het BCH-consortium heeft genoemd, een term die mij doet denken aan een of andere kruideniersfusie. Maar goed, je moet wat, hè. Het is daarom toeval dat degene die zich het meest rechtstreeks tot dit consortium heeft gewend, ook als discussiant een van de letters van dat consortium is, in de persoon van Ferry Haan. Ferry, ex-Volkskrant, inmiddels bevlogen docent aan het Jacques Pethijs, is dat juist? Ja. College en ook lid van de onderwijsraad. Ferry is dus de ideale persoon om de handschoen hier op te pakken. Dus ik zou zeggen, leef je uit. Ik had ook een PowerPoint voorbereid. Dus. Oh ja, dan, nou, dat is dan mooi. Moet dient sterk afgeraden te worden, discussiënten die PowerPoints voorbereiden. Ja, nee, maar in dit geval is het wel. In dit geval, you're excused. Ja. Daar staat Ferry Haan, dat moet goed gaan dit keer. Tada, en dan nog een of ander raar knopje. Slideshow. From beginning. Ja, helemaal goed. Ik wist tot net niet dat ik lid was van een consortium. Voelt wel goed. Dus voor mij zijn er al meer letters inmiddels dan BCH. Maar laten we daar maar bij houden. Overigens, ik heb samen met Lans Bovenberg de redactie mogen doen van de pre-adviezen van de Koninklijke Vereniging van Staatshuishoudkunde, de Economenclub. En heel veel van de punten die hij raakt, worden daar ook in geraakt. Morgen worden die gepresenteerd, dus die zou ik aanraden. En over bescheidenheid, dat is de laatste inzichten in de economie zijn soms toch het beste. Danny Roddick heeft een heel mooi boek geschreven, Economic Rules. En dat roept eigenlijk op tot die bescheidenheid en precies over die modelselectie precies de vragen die net werden gesteld, die heeft hij voor een groot deel beantwoord. En morgen ook een aantal keer. Als ik naar de nieuwe slide ga, wat doe ik dan? Daar heb je een ding voor, ja. Ja, kijk. Nou, dit, in die bundel morgen komt dit citaat ook een keer op 3-4 voor. Dit is wat John Maynard Keynes zei dat een econoom moest kunnen. Ik kan hem voorlezen, jullie kunnen hem ook lezen. Maar het is nogal wat. The master economist must possess a rare combination of gifts. Historian, statesman, philosopher. En op het eind een artist en een politician. Maar hij moet meer. Volgens degene die ik net... We moeten ook onze waarden expliciet maken. Dus het is nogal wat. En ik ga hier betogen dat het een onmogelijke opdracht is. Voor één persoon misschien niet, maar voor een aantal personen samen wel. Misschien even een zijspoor. Ik zit in de onderwijsraad en daar is ook Gert Bista, is daar een lid van. En pedagoog, filosoof. Hij zegt in het onderwijs heeft drie doeldomeinen. Kwalificatie, diploma, mag je door naar de volgende opleiding. Socialisatie, ben je een burger. En de persoonsvorming. Dat zijn de drie dingen die het onderwijs doet. Maar, zegt Gert, die zijn niet uit elkaar te halen. Die gebeuren tegelijk. Je kan niet zeggen, we doen een halfjaartje kwalificatie en dan nog een halfjaartje burgerschap en dan gaan we de persoon nog even vormen. Dat kan niet, dat gaat tegelijkertijd.
Dat boekje wat is hier vertaald als het prachtige risico van onderwijs is, het onderwijs doet dit, maar het onderwijs kan het niet controleren of het ook gebeurt. Of die persoonsvorming ook de goede kant op gaat, of dat het ook, ook plaatsvindt. Ik geloof dat Gert zelf zelfs vergelijking maakt met het paradijs. Het is allemaal ideaal. Er mag één dingetje niet aan die appel zitten. Wat gebeurt er? Nee, dat is de vergelijking met het onderwijs. Je hebt niet altijd controle over, wat er dan gebeurt. Dat noemt hij het prachtige risico. Daarbovenop kan je zeggen, wat is waarde? Wat is wenselijk? Wat zouden we dan willen? Nou, ik was een keer in de Tweede Kamer en toen kreeg Gert Biesta die kreeg de vraag van CDA-Kamerlid van hoe de persoonsvorming opgenomen kon worden in het toezichtskader. Dus de vraag, wanneer is iemand nou goed persoonsgevormd? Nou, het zou best kunnen dat, ik noem maar wat, op een islamitische school er best wel veel aan persoonsvorming gebeurt. Maar is dat dan degene wat je wil hebben? Waar Gert zelf een beetje gek van wordt, is dat persoonsvorming altijd wordt verwisseld met persoonlijkheidsvorming. En dan heb je het over bildung en dit is iets anders. Hij vindt, als leerlingen geleerd is of studenten geleerd is om zich kritisch te verhouden tot je omgeving, dan ben je gevormd. Heb je een goede persoonsvorming, dan is het gelukt. Moeilijk te controleren. Maar dit is voor ons wel fijn, want dit willen wij ook. En ik word een woordje kritisch, dat is al veel gebeurd. Dus we hebben tot nu toe in de methode ook wat marktonderzoek is gebeurd. En dit zijn, ik heb het een beetje vrij vertaald. Maar de meeste economiedocenten die zeggen dat leerlingen opleiden, die willen hun leerlingen opleiden tot zelfstandig kritisch denkende burgers. Maar dat zit niet zo heel ver af van wat Biesta eigenlijk wil. Dit zou een waarde kunnen zijn. Het zou iets kunnen zijn. Snabel die roept in het onderwijs 2032, wat een beetje moeizaam loopt, maar die heeft het over waardig, vaardig en aardig. Ook niet zo gek, toch? Waardige leerlingen en vaardig, ze kunnen wat en ze zijn nog aardig ook. Maar heel veel verder dan iets dergelijks lijkt mij lastig. Dus het expliciteren daarvan. In het consortium is de L van Lans. Lans heeft waarde, maar dat zijn niet per se de mijne. En Marcel zit hiernaast, daarvan weet ik zeker dat er verschillen zijn in onze waarden. Er zijn ook heel veel overeenkomsten, ik plaag je een beetje. dus het is moeilijk om... Ik begin wel benieuwd te worden. Ja. Nee, maar het is wel moeilijk om één persoon, dat iemand zijn eigen waarde kent, laat staan een heel consortium. Er zijn wel wat basisprincipes, die zitten in de methode, die zijn net ook genoemd. Kijk, samenwerken, dat goed is. Dat streven naar win-win, dat goed is. Maar daar heb je eigenlijk die waarde helemaal niet voor nodig. Dat kan je ook vanuit efficiëntie doen. Of vanuit welvaart. En ik heb één voorbeeldje. Dit is het Stack Hunt Game. Het is wel typisch iets uit de koker van Lans. Ik ken dit van tevoren niet. Maar het is, de situatie is als volgt. Er zijn twee jagers. Het is uit de speltheorie. Er zijn twee jagers en die kunnen... Samen op een stack jagen, moeten ze wel samenwerken, want alleen is dat beest is te groot, kunnen ze alleen niet vangen. Of ze kunnen een konijn vangen, dat kan wel alleen. Als ze zijn bezig met het hert en één persoon loopt weg en die gaat een konijn vangen, dan heeft die ander niks, want die heeft dat hert, kan het hert niet vangen. Dus linksonder is speler 1 is hier, speler 2 is boven. Linksonder heeft speler 1 een konijn gevangen en speler 2 heeft niks. Want ze hebben niet samengewerkt. Ze zouden het kunnen vangen. Als ze die samenwerking hebben, dan hebben ze 5-5 als opbrengst. Als ze alle twee achter een konijn gaan, dan hebben ze 3-3. Het zijn alle twee evenwichten. Het enige is, zou je kunnen zeggen, het goede evenwicht. Het andere is een minder goed evenwicht. Er is op geen enkele manier... het is een stabiel evenwicht, het is een Nash-evenwicht. Je kan er niet uitkomen. Maar het enige wat hier ontbreekt is, als het ware, vertrouwen. Dus wat we weten, als in een samenleving meer vertrouwen is, dan is dat stack evenwicht is eerder te bereiken dan als er weinig vertrouwen is. Dit is een illustratie van een manier waarop je kan zeggen, nou, er is meer te halen bij meer samenwerken, bij een hoger vertrouwen, maar er hoeft niet per se een waarde onder te zitten, er is gewoon meer te halen. En een hoger vertrouwen in een samenleving heeft als bijeffect dat er een gunstiger evenwicht gevonden zou kunnen worden. Dus dit is een illustratie, het Stack Hunt Game. Ik herinner me een gesprek tussen Lans en Koen Teulings. En Koen Teulings, toch een goede econoom, die kennen het niet. Wat ik opmerkte was, die dacht dat het werd het eerste spreken over speltheorie, dat er geen communicatie zou zijn. Nou, dat wil je juist wel. En dan kan je in het goede evenwicht komen.
Dus ik, nou, over de waarde, ik denk dat, nou ja, een docent heeft waarde. En het is inderdaad goed als de leerlingen weten waar die docent een beetje staat. Mijn leerlingen vragen zich altijd af waarom al die docenten toch altijd zo links zijn. Ik geef les van HAVO-VWO. Ze worden altijd moe van al die moralistische boodschappen. Maar dat een docent een beetje uitlegt waar die staat, lijkt me heel goed. Dat een school dat doet, lijkt me ook goed. En dat kan ook. Maar een voor het hele economieonderwijs, dat lijkt me moeilijk. Om daar waarde op te leggen aan, of op te leggen of uit te stralen voor een hele grote beweging. Dat lijkt me lastig. Dit is een uitspraak. Ik heb hem geprobeerd te googlen, maar ik kon hem niet meer vinden. Maar zo heb ik hem onthouden. Frank de Boer, die zegt voor zijn studenten bij Ajax nog, je kunt bewust, misschien had ik daar ken neer moeten zetten, je kent bewust. maar je kunt bewust, maar ook onbewust trainen. En daar ben ik eigenlijk wel een beetje van. Heel veel zelf laten ervaren en misschien dat leerlingen hun eigen waarde ontdekken, lijkt me misschien wel interessanter dan dat ik het aan ze vertel. Dus dat onbewust ben ik wel van. En ik wil als laatste een quote laten zien die in het onderwijs wel veel impact heeft. Dat is deze, van Don Hamacek. Die zegt, consciously we teach what we know, and unconsciously we teach who we are. Hier valt niet aan te ontkomen, dit doen we toch. Maar om het al meteen vast, om het ook nog in het, de waarde, zeg maar, in het no-deel te stoppen, dat lijkt me, daar moeten we ook een beetje mee oppassen. Dat is, mijn hoofdpunt is eigenlijk dat het gewoon waarde, dat die te persoonlijk en te verschillend zijn om ook in zo'n methode expliciet te maken. Oké. Okay. We hebben nog een paar minuten over. Jij mag inderdaad daar eentje van, maar ik wil er toch nog even één aan toevoegen. Maar misschien, als jij direct wil reageren daarop, is het eleganter als je dat meteen doet. Als het aansluit, vind ik het niet erg als je nog op gaat stellen. Oké, dan doe ik hem even. Ja, ik kreeg wat associaties. We hebben het hier al eerder over gehad, ook met Lans en met anderen, van het opleiden tot kritisch burger. Ja. Ik snap wat daar mee bedoeld wordt, denk ik. Maar als ik nu naar de huidige politiek kijk, en ik denk ook aan hoe Nederland zich verhoudt tot andere Europese landen. Want ik heb ook bij de Europese Commissie gewerkt. Als er bijvoorbeeld, even een anekdote voor jullie. Als er bij de Europese Commissie een hoofd van een afdeling iets zegt, en er steekt iemand zijn vinger op hoezo, dan is dat een Nederlander. Dat kan niet anders. En het is maar een vraag. Anderen durven die vraag niet te stellen, want het is de hoofd van de afdeling. En wie weet vindt hij dat wel niet leuk als die vraag gesteld wordt. Nederlanders kennen dat soort beperkingen niet. En dus die kritische burger, tegenwoordig hebben we toch geen gebrek aan kritische burgers. Die zijn zo kritisch dat ze niet eens meer naar feiten kijken. Dus zijn wij nou aan het opleiden tot populisten? Of moet ik daar toch iets anders onder verstaan? Dus dat zou eigenlijk mijn toevoeging zijn. Maar jij wilde misschien eerst even op Ferry reflecteren. Ja, want ik denk dat er verschillende dingen tegelijkertijd spelen. Het zijn allemaal hele reële, relevante dingen die je naar voren brengt. Maar ik denk dat op zijn minst de volgende drie dingen wel uit elkaar gehaald moeten worden. Ten eerste is van, is het onmogelijk om waarden, je eigen waarden, te expliciteren? Dat denk ik helemaal niet. Misschien lukt het nooit volledig. Maar er zitten gewoon, ook op die punten die jij noemde, die samenwerking win-win. Dat is gewoon een normatieve statement van jullie. En dat kun je dus gewoon expliciet maken. Van waarom vinden jullie die dingen goed? Misschien spreekt dat voor jullie voor zich. Maar dat is toch goed om dat nog een keertje gewoon expliciet te vertellen. Een tweede is, hoe kunnen we, als we bijvoorbeeld een meerdimensionaal vormingsideaal definiëren, hoe kunnen we dat allemaal meten? Van hoe kunnen we weten of we dat realiseren? Dat zijn inderdaad reële vragen, maar dat is weer een andere vraag, vind ik. En het derde is, kunnen we het eens worden over die waarden? Ik denk dus gewoon, er zitten gewoon in jullie voorstellen, of jullie hebben gewoon niet goed opgelet, maar er zitten gewoon waarden die jullie blijkbaar wel delen. En op zijn minst zou je die kunnen expliciteren. Ik zou ook voorstellen dat je gaat expliciteren. Ik denk echt dat je gewoon die, want ik denk dat jouw voornaamste pijnpunt zit in van, als we dat gaan doen, dan zou je misschien juist verdeeldheid, want er zijn altijd genoeg mensen die het niet met ons eens zijn. Maar toch denk ik,
Desalniettemin, ook al zou het zo zijn, dat het beter is om wel je kaart op tafel te leggen. Oké, nou wij nemen dit ter harte, daar komen we nu toch niet uit. We hebben straks ook nog een borrel, dan kunnen we even kijken wat Ferry en ik eigenlijk allemaal voor waarde niet delen, want dat ben ik ook erg benieuwd naar. Nou, ik kan misschien even heel kort op reageren, want ik zou echt met de beste wil van de wereld niet precies weten welke kaarten er dan op tafel gelegd moeten worden. Ja, maar laten we daar die discussie maar gewoon voeren en dan zien we wel welke kaarten er op tafel komen. Economen zijn toch, het is zo'n cliché dat als je aan 10 economen iets vraagt, dan krijg je 11 antwoorden, want Keynes had er dan 2. Mm-hmm. Dat is ook deel van het kritische denken, dat je daar lenig in wordt. Maar als je dit zonder waarde kan, dus gewoon puur gebaseerd van het is efficiënter. De welvaart stijgt door samenwerking. De welvaart stijgt door het naar win-win streven. Als je er daarmee bent, dan ben je voor een deel al klaar. Dan hoef je het over die waarde, naar mijn idee, niet te hebben. Nou, je hebt het al over waarde. Okay. Als je dat soort dingen zegt. Goed, ja. In weerwil die vraag over die kritische burger, daar moeten we het tijdens de borrel maar even over hebben. Want anders zou het betekenen dat we tijd gaan afsnoepen van de volgende spreker. En dat is een halsmisdaad, zoals jullie weten. Ik wil jullie hartelijk danken. Applaus voor Ferry en voor Jacques. Over de volgende spreker moet ik even een half minuut introduceren. Want de voordrachten van de eerdere sprekers deed mij denken van oké, als economie gaat over concurrentie en over het niet scheiden van, of juist wel scheiden van feiten en waarden en het maken van keuzes op basis van die feiten, dan waren wij denk ik niet bij Blink uitgekomen, de uitgever waar Jorien de CEO van is. Want de feiten spraken niet in het voordeel van Blink, want zij hadden helemaal geen ervaring met economie. En dat is toch op zijn minst een dubieuze reden om met een uitgever in zee te gaan. En dus wat wij eigenlijk merkten, was dat waarden veel belangrijker drijfveer vormde voor die beslissing, niet voor elke beslissing. Of ik een appel ga kopen bij de ene of bij de ander, dat kan best op basis van feiten. Maar als je met een langere termijn relatie met iemand aangaat, en dat zijn natuurlijk veel transacties in de economie, hebben dat karakter, dan wil je dat die samenwerking ook vruchtbaar is. En dan zijn feiten niet onbelangrijk, maar zijn niet de maat der dingen. Dat even vooraf, om een poging om de verhalen die er voor de pauze geweest zijn te verbinden met deze. Ter waarschuwing, dit wordt geen filosofisch verhaal. Aristoteles zal er niet heel vaak in voorkomen, vermoed ik. Maar er gebeuren wel een heleboel andere. Er zullen wel een heleboel andere spannende dingen gebeuren. Ik zie daar ook allerlei nieuwe deelnemers op de achterbank zitten. Die zitten daar waarschijnlijk ook niet als klapvee. Dus wij gaan zo zien wat er allemaal gaat gebeuren. The floor is yours. Dankjewel. Ja, een beetje vreemde eend in de bijt ben ik wel. Als ondernemer en een van de twee oprichters van Blink. En ik wil even beginnen. Ik kijk naar Lans. Met wat is mijn connectie met Lans? Nou, die begon in mei van 2015. Ik had via Hans van de Wind, CEO van een van de grote schoolleveranciers in Nederland, een vraag gekregen. Zou jij het interessant vinden om een keer, ik ben betrokken geraakt bij een groep economen rondom Lans Bovenberg. En ze zijn al ver, ze willen graag een vernieuwende lesmethode voor economie ontwikkelen. En ze zoeken nog wel een uitgever die ook iets weet van leermiddelen maken in de praktijk en vind je het leuk om te komen praten. Ik herinner me nog zo goed, want het was een hele hectische tijd. En ik zei natuurlijk, ik wil heel graag in overleg. Maar doordat het nogal wat hectisch was, zat ik die ochtend, eigenlijk anderhalf uur voordat ik naar de afspraak in Bussum ging, zat ik die ochtend aan het ontbijt. En ik dacht even goed kijken met wie ik eigenlijk precies die afspraak heb. Want het is misschien hier een beetje vloeken in de kerk, maar ik ben zelf geen econoom. Ik ben een onderwijsprofessional, kom meer uit de letterenhoek en de filosofie. En ik kende natuurlijk de naam Lans Bovenberg, maar om nu te zeggen dat ik je precies kon plaatsen Lans, dus ik ging snel googlen. Ik ging ook
de andere namen van het gezelschap googelen. Frank van Duin, Pierre Overmars, Harry Commandeur. En ik dacht toen ik al die namen zag, dit is een illuster gezelschap. En ik kan niet ontkennen dat ik toch met enige spanning in mijn lijf naar Bussum reed. Gelukkig, toen ik in Bussum in een sfeervol kantoor terecht was gekomen, ebde de spanning al bij het openingsrondje uit mijn lijf. Want er zijn drie dingen uit die meeting die me nog haarscherp voor de geest staan en die ik hier wil noemen. En het eerste was echt de oprechte, daar hebben jullie al vandaag heel veel over gehoord, maar de oprechte wil om het economieonderwijs te vernieuwen. Het tweede was de opmerking van Lans. Ik denk dat we in het onderwijs, en misschien ook wel ten aanzien van het vak economie, het vak nog steeds wat compliceren. Volgens mij kan het eenvoudiger. Nou, als we volgens mij iets in het onderwijs nodig hebben, is het meer eenvoud. En Lans zei zelfs, ik denk dat ik het hele vakgebied van economie misschien wel tot drie kernprincipes kan herleiden. En Marcel vulde daarop meteen aan. Wij hebben een model waarbij we tot nu toe ingeslaagd zijn om elk economisch dilemma in 5 stappen te ontrafelen. En tot slot, de derde opmerking van Lans. Ik wil graag echt verschil maken. Ik heb mijn leven lang als wetenschapper op hoog niveau me bezig gehouden met wetenschap. Ik heb me jarenlang en nog steeds bezig gehouden met de pensioenen. Maar heel soms vraag ik me af, wat is dat nou voor impact? Het is ook Lans nog niet gelukt om mensen vrijwillig zich een pensioen te laten verzekeren tijdig, als dat verstandig is. Dus Lans zei, ik wil graag verschil maken in het onderwijs. Nou, lang verhaal kort, al bij dat voorstelrondje waar dit passeerde, dacht ik, als dit illustre gezelschap na deze meeting door wil met Blink, dan gaan we dit avontuur aan en dan gaan we kijken of wij een revolutionair, kijk eventjes naar Bram, revolutionair leermiddel kunnen maken voor economieonderwijs. En over de inhoud is al heel veel gezegd vandaag. En waar ik jullie in mee ga nemen is niet de inhoud van het leermiddel economie. Dat wil ik meteen tegen jullie zeggen. Dat doe ik om 2 redenen niet. A, we zijn nog met de auteurs en het team en Lans heel druk aan het boetseren aan de lessen. Maar waar Dus dat is reden 1. Eerst met elkaar uitdiscussiëren en uitproberen, vooral in de klassen. En de andere reden is, als ik in een zaal vol economen over de inhoud begin, dan kan ik het niet hebben over waar ik het met jullie over wil hebben. En dat is namelijk de vraag, wat is een leermiddel? En hoe zorg je ervoor dat een leermiddel van een bijzondere wetenschapper en een bijzondere groep denkers niet een leermiddel wordt dat op de plank staat? He, want het zou niet het eerste leermiddel zijn waar wetenschappers jarenlang aan gewerkt hebben, maar wat in de praktijk niet de leerling bereikte. Maar hoe maak je een leermiddel dat verschil gaat maken in het leven van de leerling? En dat is best een opgave. Ik ben leermiddelenmaker in hart en nieren. Mijn hele werkend leven maak ik leermiddelen. En het is eigenlijk pas, nou, best recent, zo'n 10 geleden, dat ik in contact kwam met een methodiek die wellicht velen van jullie al kennen. Mag ik dat eens vragen? Wie van u heeft ooit gehoord van design denken als productontwikkelstrategie? Ja, verschillende mensen. Nou, voor een leermiddelenmaker is het best een nieuw fenomeen. En ik ga jullie even meenemen naar het begin en naar de uitvinders. Succes heeft vele vaders. Er zijn veel partijen die zeggen dat ze aan de basis hebben gestaan van designdenken. Maar voor zover ik heb kunnen nagaan, is het toch Ideo.com die echt de uitvinders zijn geweest. Ideo.com is een bekend Amerikaans marketingstrategiebureau, heel nauw gelieerd aan de Universiteit van Stanford. En Ideo begon met een constatering. Ik ga eerst nog even terug. Ze begonnen met de constatering, wat is innoveren duur? Wat is het een duur proces? De gangbare opvatting over innoveren was, start 10 experimenten. Als er 9 mislukken en eentje slaagt, ben je spekkoper. Maar kunnen wij het proces van innovatie, kunnen we de kosten daarvan reduceren en kunnen we nog beter, kunnen we het geheim ontrafelen van wat een succesvolle innovatie is? En onder succesvol verstond Ideo en Stanford, ze hadden dat als volgt gedefinieerd. Een succesvolle innovatie is een innovatie die een heel breed bereik haalt en die dat bereik lang weet vast te houden. En het geheim,
Waar Stanford en IDEO op kwamen is dit. En de sleutelwoorden in deze zin zijn er twee. Lost een specifiek emotioneel gevoeld probleem op. Een probleem lost niet 10 problemen op, maar 1 probleem. En het is een emotioneel gevoeld probleem. Nou, dit klinkt best als een open deur. Natuurlijk moet een succesvolle innovatie een probleem oplossen. Maar voor mij als leermiddelenmaker was het op dat moment een eye-opener. Als je lesmethodes ontwikkelt, natuurlijk denk je na over de vraag, wat betekent deze lesmethode in het leven van de docent? Een lesmethode geeft structuur, hou vast, geeft je de zekerheid dat je dat je in een logische didactische lijn een basis hebt om op terug te vallen. Maar om nu te zeggen dat ik als leermiddelenontwikkelaar vaak had nagedacht over de vraag, welk emotioneel gevoeld probleem lost deze methode geschiedenis op in het leven van de leerling? Of welke probleem lost deze lesmethode Engels op in het leven van de leerling? Toen zijn we als Blink het experiment aangegaan om een lesmethode te ontwikkelen volgens design thinking. Echt als experiment, wat kan dit denken opleveren voor lesmethodes? We zijn van basisonderwijs tot voortgezet onderwijs achter in de klas gaan zitten. En ik kan in twee beelden, want dat is een ander kenmerk van designdenken. We gaan niet heel veel praten met eindgebruikers, maar ze vooral achter in de klas zitten. En echt kijken, wat gebeurt er in het klaslokaal? En ik kan ze in twee beelden samenvatten. Wat zagen we dit veel? Van basisschool tot het was het motto. En de andere is natuurlijk een beetje een karikatuur. Maar dat het zo saai was, dat wil ik hier benadrukken, dat kwam namelijk niet door de docent. En dat was voor mij best confronterend als leermiddelenmaker. Want wat zag je? Als leerlingen overeind waren, dan was dat omdat ze in interactie waren met de docent en met elkaar. Maar waar ging het vaak mis? Jongens, doe je boek open op pagina 42. En daar ging het mis. En daar had ik heel mijn leven aan gewerkt, aan lesmethodes. Eindeloos in zaaltjes gezeten, gesproken over leerlijnen. Doen we dit dier? Waar doen we de concentrische herhaling? En ineens viel het kwartje. We zijn in ons onderwijs, en zeker als leermiddelenmakers, en ik denk ook wel als curriculumontwerpers en als examenontwerpers, we zitten nog in een redelijk 19e eeuws communicatiemodel in ons denken. Van wat vinden we belangrijk dat wij gaan in de hoofden over de leerlingen gaan uitstorten? En wat is het interessant om het eens om te keren? Ik ga jullie heel kort het eerste voorbeeld laten zien van de allereerste lesmethode die we volgens dit denken hebben ontwikkeld. Dat is in het basisonderwijs. En dat was een lesmethode. Deze is het geworden. En ik ben er ontzettend trots op om jullie te kunnen vertellen dat we in hele korte tijd, dat 25% van alle kinderen van Nederland met deze lesmethode Engels leert, dat afgelopen jaar 60% van de scholen die een nieuwe methode Engels nodig had, deze heeft aangeschaft. Dat we inmiddels in Brazilië, Mexico en misschien zelfs wel in Japan kindertjes straks aan het Engels krijgen. Maar wat was namelijk de kern van het gedachtegoed? Is altijd, en ik kom er straks op terug voor economie en voor geschiedenis. Wat is de diepste drijfveer die we bij een kind kunnen vinden om het vak te willen leren? En wie durft? Wat is bij een basisschoolleerling de diepste drijfveer om Engels te willen leren? Jacques, mag ik jou vragen? Yes, yes, in één keer goed. Daar heb jij nou een jaar over gedaan. Nee, hoor. Wat was inderdaad, hè, Jacques, je ziet, hè, ik laat hem natuurlijk zien, dat is een beetje de verkeerde volgorde. Maar waar gaan impliciet alle lesmethodes Engels in het basisonderwijs vanuit? Die gaan ervan uit dat leerlingen graag Engels willen leren, omdat ze misschien een keer op vakantie Engels gaan praten. Of omdat ze misschien een keer in Londen de bus gaan nemen. En dat was de grote opmerking van leerlingen. Van ja, op vakantie gaan we naar Zuid-Frankrijk en dan praat ik vooral Nederlands. En dat is niet wat leerlingen raakte. Dus deze lesmethode, heel simpel, 1 drijfveer. En nou, voor het basisonderwijs werkt die. Ik hoor jullie natuurlijk zeggen, ja, voortgezet onderwijs en bovenbouw-economie is natuurlijk een heel ander verhaal. Ik ga jullie meenemen naar een tweede voorbeeld. Geschiedenis voor het voortgezet onderwijs.
En daar wil ik eigenlijk graag alvast de leerlingen bij uitnodigen van het Arend Theems College. Willen jullie naar voren komen? Durven jullie dat? Super stoer dat jullie hier vandaag zijn. Mag ik alvast een groot applaus? Willen jullie hier alvast gaan zitten? Ga ik gewoon beginnen? Mogen jullie lekker nog eventjes even gaan zitten? Ik pak nog even een stoel bij. Super. Wat Ferry al noemde, wat een van de punten is waar wij elkaar heel snel in vonden, was het uitgangspunt dat een van de dingen die huidige leermiddelen heel veel doen, en waar het accent in het onderwijs ook misschien te veel op ligt, is kennisverwerving en kennisreproductie. Daar zijn we op dit moment in de leermiddelen heel druk mee. En wat we bij Blink heel graag willen, en dat sluit ontzettend aan op wat Ferry al heeft gezegd, en Gert Biesta is ook bij Blink een belangrijke denker, kunnen we een omslag of een andere balans vinden tussen kennis, vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en ook persoonlijke ontwikkeling. En ik wil jullie een voorbeeld laten zien. Hoe zou dat kunnen zonder dat je extra tijd nodig hebt? Want dat is wat vanmorgen al eerder toekwam. Als we nieuwe dingen willen, moeten er ook dingen af. Nou, hoe kun je dat doen? Ik neem jullie mee naar de tijd van de Grieken. En dit was het uitgangspunt. Hoe leer je leerlingen in de brugklas wat stadstaten zijn? Kunnen jullie je nog inbeelden hoe je dat zelf voor je zag? Of hoe je je kan voorstellen dat dat nu in een lesmethode eruit ziet? Wil jij daar iets over zeggen? Ja, het wordt gewoon uitgelegd. Ja. Je krijgt lappe tekst over het bestuur van de polis, Alexander de Grote, met prachtige illustraties. En in de digitale tijdperk komen er animaties bij. Maar dat is hoe het op de bestaande manier wordt gedaan. En ik ga jullie nu meenemen in hoe hebben deze leerlingen, of jullie zitten er middenin in dit thema. Maar in het thema van Saga gaan leerlingen bettelen. Ze gaan zich identificeren met een stadstaat. Ze gaan bettelen. En kun jij misschien vertellen hoe jullie in groepjes terecht zijn gekomen? We moesten een soort test doen en dan kreeg je allemaal vragen. En zoals, wat doe je op vakantie? Dan was de ene antwoord wat je kon kiezen was in een tent kamperen. En de andere was dan in een 5-sterren hotel overnachten. En zo moest je dus heel veel vragen beantwoorden. En zo kwam je dan uiteindelijk uit bij de stadstaat die bij jou past. En welke was dat bij jou? Bij mij was dat Sparta. Wauw. En volgens mij hebben jullie het net op school gedaan. Maar wat na de persoonlijkheidstest, mag ik jou vragen, wat toen je eenmaal een groepje was, wat zijn jullie toen gaan doen? We zijn een pitch gaan maken. Ja. En hoe deed je dat? Door te lezen over hoe sterk we waren of wat voor persoonlijkheden we eigenlijk hadden. Of kenmerken, ja. Dat is goed, dankjewel. En we gaan het resultaat zien van de les van deze vier leerlingen. Gaan allebei, wie van jullie mag ik als eerste uitnodigen? Ja, willen jullie gaan staan? En dan mogen jullie de pitch gaan geven, zoals jullie dat ook op school hebben gedaan. Zal ik jullie de microfoon geven? Ja, Janice, jij mag de microfoon. Jij mag beginnen. Oké. Hallo allemaal. Wij zijn Sparta. Onze regeringsvorm is aristocratie. Dat is het beste, omdat beslissingen snel worden genomen door ons. Daar zit onze kracht in. We zijn ook heel gedisciplineerd. Iedereen krijgt vechttrainingen, ook vrouwen. We zijn de sterkste stadstaat. Vrouwen hebben bij ons wel rechten en dus dat is niet zo bij Athene of zo. Mag ik een applaus voor deze pitch? Willen jullie ook? Hallo allemaal. Wij zijn Korinthe. Mensen met verschillende ideeën en geloven komen naar Korinthe. Korinthe is makkelijk te bereiken via havens, zee en land. We zijn rijk door de handel.
Onze belangrijkste bondgenoot is Sparta. Wij vullen elkaar perfect aan. Het hoogtepunt in onze stad is de tempel voor de god Apollo. De tempel is rijk versierd. Dank jullie wel. Mag ik nog één vraag stellen aan een van jullie? Want ik heb begrepen, wat gaan jullie morgen op school doen? Weet je dat? Voor geschiedenis? Zal ik jou? Ja, volgens mij. Gaan we dementeren? Nee, dat hoop ik niet. Wil jij vertellen, weet jij wat jullie morgen doen? Ja, volgens mij gaan we morgen verder met het debatteren, maar ik weet niet helemaal zeker. Ja, Hebben jullie al een stelling voorbereid voor het debat? En weet je, kan je die stelling vertellen? Ja, die stelling was... vrouwen in Athene moeten meer rechten krijgen, dat was het. En ben jij voor of tegen? Ja, voor. Man. En wat is je belangrijkste argument? Vrouwen hebben ook hele mooie ingevingen soms. En ze kunnen ook best wel dingen bedenken en zo. Wij gaan altijd door het uiterste. Wij hakken ze de pan in. Yes. Mag ik een groot applaus voor deze leerlingen van het Arend Theems College? Tot slot. Ik wil jullie natuurlijk niet iets onthouden over economie. Want wat ik jullie heb laten zien is dat wij lesmethodes bouwen op drijfverenfundamenten. En wat zijn de belangrijkste drijfveren? Voor leerling en docent. En Ferry heeft al een tipje van de sluier opgelicht voor de docent. Dus ik begin bij de leerling. Mag ik vragen, wat is de diepste drijfveer? Wie roept? Wat is de diepste drijfveer die we hebben gevonden bij leerlingen om het vak economie te omarmen? Tim. Geld. Wie is het met Tim eens? Wie zegt geld is de belangrijkste drijfveer? Omdat het iets is wat echt een soort van de maatschappij is. Je hebt gewoon elk moment kan je wel iets meemaken van de economie. Ja, ik denk wel dat de economie mij gaat helpen in mijn verdere leven, omdat ik waarschijnlijk wel een baan ga doen waarbij economie nodig is. Ja. Waarbij het vak economie nodig is. Ik denk dat economie mij kan helpen, maar dan later belangrijke beslissingen nemen. En dat goed weet, zeg maar, hoe het in elkaar zit. Maar dan later van goed kan helpen. Ja, ik denk wel dat economie me kan helpen. Ik denk dat, ja, wat ik al zei, van bijvoorbeeld als ik wil lenen of zoiets. Of als ik geld nodig heb, dan weet ik allemaal hoe dat werkt en wat de gevolgen daarvan zijn en zo. Ik denk dat dat wel belangrijk is later. Nou, als je bijvoorbeeld een bedrijf wilt opstarten of zo later, heb je geleerd wat je daar allemaal voor nodig hebt, wat je ervoor moet doen. En het is handig om te weten. En ook als je bijvoorbeeld een studie wilt gaan doen voor economie, dan heb je natuurlijk economie nodig om toegelaten te worden. En ja. Nou ja, Nederland zit gewoon zo een beetje in elkaar. Dus dan moet je, ja, als je later ook bijvoorbeeld een bedrijf wilt opstarten. Of gewoon als je, ja, je gaat gewoon beter nadenken over hoe je met geld om moet gaan. Economie, was van alle vakken die we tot nu toe hebben onderzocht, is economie voor leerlingen die het doen het allerbelangrijkste vak vanwege de toekomst. De docent, ik laat ook Kees Banning horen, die het prachtig formuleert. Nou, dat het gelukkige wereldburgers worden, dat zou ik natuurlijk het allerfijnste vinden als ik ze daarvoor... maar goed, er bestaat natuurlijk geen opleiding voor. Nee, mijn taak zie ik wel echt van, je hebt economie. Economie is heel erg belangrijk in het leven. Je hebt er bijna altijd mee te maken.
En ik probeer ze wel op weg te helpen om inzichten te krijgen van hoe die economie werkt. En wat je daar vervolgens, waar je voor moet oppassen. En dat je met name ook heel kritisch bent ten opzichte van ook wat je aan economische gegevens mee te maken krijgt. Hoe je daar tegenaan moet kijken, hoe je die moet beoordelen. Dit is wat uit het huidige veld bij docenten en bij leerlingen heel duidelijk als drijfveren naar voren komt. En hier zit het interessante speelveld, want Lans en team, noem ik het even, die willen daar eigenlijk wat aan morrelen. En daar is ook in het team wel discussie over. Want hè, wat ik mooi vond aan Kees Banning, die zegt ook, hè, zijn eerste reactie is, ik wil eigenlijk gelukkige burgers. Willen we kritisch, willen we gelukkig. En wat Lans eigenlijk zegt, hè, hoe verhouden deze drijfveren zich tot economieën, relaties en kiezen en samenwerken? En hoe expliciet gaan we zijn en gaat het team zijn in het zeggen, samenwerken vinden we belangrijk voor de economie? Dit is waar we op dit moment mee aan het experimenteren zijn. En dat is met de auteurs, met de lessen, kunnen we de omslag maken van kritisch naar bewust, meer aandacht voor samenwerken, succesvol gelukkig leven en keuzes met impact. En hoeveel permissie is daarvoor bij docenten om dit te omarmen? Ik kom terug op een vraag uit het begin. Want een van de belangrijkste uitdagingen die we tegenkomen is dit. Het examen speelt een hele zware rol. Ja, wat mij betreft zou die rol wel iets minder mogen zijn. Omdat ik vind dat ja, het examen is vrij. De exameneisen ja, die zijn vrij bepalend. Aan de ene kant snap ik dat ook wel, want je wil dat zo eerlijk mogelijk verdelen bij alle scholen in Nederland. Je wil eigenlijk dat ze allemaal zo'n beetje toch al op dezelfde manier worden beoordeeld. Het ontneemt je ook wel vrijheid om dingen te doen. Neem bijvoorbeeld de Amerikaanse verkiezingen. Die behandelen we wel in de lessen. Maar ja, daar zou je eigenlijk veel meer tijd en ruimte voor willen maken om er veel dieper op in te gaan. Maar je hebt te maken met een programma. En dat programma dat moeten ze afronden. En dat moeten ze als het een beetje is met succes afronden. Dus dat is dat drukt een zwaar stempel. De vraag werd in het begin besteld, hoe gaan we hiermee om? Nou, ik denk dat het goede nieuws is dat we niet meteen toe hoeven naar nieuwe examens. Maar dat we de ruimte moeten benutten en de vrijheid moeten benutten die er al in het onderwijs is. Om veel vrijer om te gaan met de examenstof en de programma's. Het woord vertrouwen is al gevallen. Ik denk één grote oproep aan docenten om te vertrouwen op zichzelf als professional. En heel veel tijd en ruimtes te maken en keuzes durven maken om andere dingen te doen in het economieonderwijs. En tot slot het woord aan onze eindgebruikers. Ik denk dat meestal mensen wel echt handelen in hun eigen belang. Ik denk echt dat mensen zichzelf belangrijker vinden dan anderen, de meeste mensen dan. Ook wel dat mensen voor het grootste gedeelte kijken naar hun eigen belang. Maar ik denk ook dat bij de economie, denk ook dat op het moment dat je een keuze maakt en je wilt echt een economische goede keuze maken, dat je ook kijkt naar wat het uiteindelijk voor resultaten heeft op bijvoorbeeld een grotere groep of iets anders. Want als jij bijvoorbeeld een samenwerking met iemand hebt, dan wil je ook dat de samenwerking goed verloopt. En als jij dan heel erg in eigen belang gaat denken, dan gebeurt het uiteindelijk ook niet. Hier wil ik het bij laten. Dankjewel. Dankjewel Jorien. Om te bewijzen dat wij goed naar Jorien luisteren en dat methodemakers of economen in het algemeen niet in de valkuil moeten trappen dat we alleen maar over mensen praten, maar ook met mensen praten en dat degene waar we het over hebben, dat we ook hun meningen willen horen en op prijs stellen en daar iets mee doen, hadden wij bedacht om af te sluiten met een reflectie van een panel van
studenten / scholieren. Ik wil ze graag even naar voren vragen. Het zijn Tim Wagelaar, die in 5 VWO zit in het Sancta Maria College in Haarlem. En George de Boek, die is afgestudeerd net en is begonnen bij de Rabobank. En Sam de Muik, en die is, ik denk, voorzitter van Rethinking Economics. Een club jonge economen die opvattingen heeft over hoe anders het onderwijs op de universiteit met name vorm moet krijgen. Dus we hebben eigenlijk 3 generaties, zou je kunnen zeggen. Nou, 4 met die brugklassers van net. Maar nu even jullie 3. En wat ik van jullie graag zou willen weten, is, we delen dat even in 2 delen op. Het eerste deel gaat over de reflecties van, ik noem het maar even, de filosofen. En de vraag die ik daarbij heb, is van, in hun betoog, de eerste, die had het over die 4 dingen waar we eigenlijk allemaal stiekem mee moeten zouden breken. De tweede, een pleidooi voor het deugden. En de derde, een pleidooi om je waarde expliciet te maken. De vraag die ik aan jullie heb, wat herken je daarvan in je eigen school, studie, carrière? En wat spreek je daarin aan? En voor zover je dat wel aanspreekt, maar niet herkent, heb je het gemist? Zou je er wat meer van willen weten en waarom? Dat zijn eigenlijk mijn vragen die ik heb over het eerste deel. Nou, ik begin maar even met de jongste, uiteraard. Tim? Nou, de speltheorie is hier al eerder genoemd. En toevallig ging mijn vorige hoofdstuk bij economie daar dan ook over. En daar herken ik ook heel erg in wat in de eerste presentatie genoemd werd. In plaats van dat het echt interessant gemaakt werd, hadden we het de hele tijd over een kledingzaak die uitverkoop hield of niet. Of op een patatzaak die de prijs van zijn kroketten wou verlagen, maar hoe daarop gereageerd zou worden. En normaal vind ik goedkope kroketten best interessant, maar ik vond het nou niet heel leuk om er dan 20 opgaven over te moeten maken. Dus ik denk dat dat veel interessanter kan en waarbij de leerling er meer in betrekt en waarbij het ook het gevoel krijgt dat je het kan gebruiken in het leven, in de toekomst. En zo de economie meer naar de leerling toe kan helpen en dus de leerling meer uitdagen en erbij betrekken. Oké, en ik ga het ook zo doen dat ik eerst even de andere nu over die eerste vraag ga doen en dan de tweede vraag van wat zou je eigenlijk nog liever willen hebben? Ja, George. Maakt niet uit. Ik moet heel eerlijk zeggen, als we gaan kijken, dus we hebben het over filosofische aspecten van de economie. Maar ik heb een beetje een vertekend beeld daarbij, omdat wij in Tilburg zijn we verplicht om 2 ethiekvakken te volgen in onze bachelor economie. Dus we worden wel redelijk weer op de grond gezet als econoom zijnde, omdat je dus aan de ene kant krijg je de modellen, de keiharde wiskunde, maar aan de andere kant laten ze ook de ethische aspecten zien en de morele vraagstukken. Dus ik vind het nadenken over filosofie en economie ontzettend belangrijk. Als we het dan gaan hebben over... Mag ik daar even een vraag over stellen? En als je dan... want je hebt dan die ethiekvakken en die filosofievakken in Tilburg gehad. Maar als je dan kijkt wat de andere vakken daarmee doen, zie je dan dat daar interactie is? Of heb je gewoon, nou, het is wel mooi dat ik ook iets van filosofie weet nu. Nee, het zet je juist weer op je plek. Dus aan de ene kant word je echt puur opgeleid als econoom. Er wordt redelijk veel wiskunde gebruikt. Dus dan denk je van alles is technisch, alles kun je bewijzen met wiskunde. In de ethiekvakken wordt juist laten zien van oké, niet alles draait alleen maar om utility functions en het maximaliseren van nut. Maar dat je ook stil moet staan bij hoe mensen denken over die dingen. En het laat juist die andere aspecten zien. En juist omdat de docenten bij de ethiekvakken het zo krachtig aanpakken, hoeft er geen interactie te zijn tussen die vakken. Want die vakken zelf, die zorgen ervoor dat er een connectie komt. Dus er is een netwerk tussen die vakken. En dat vind ik eigenlijk wel ontzettend belangrijk. Dus ik denk dat ze dat hier heel goed aangepakt hebben. Nou, dat is mooi voor studenten in deze universiteit. Sam, jij hebt bij andere universiteit gezeten. Je staat op je badge, Universiteit van Amsterdam. Ja. En ik begrijp dat je tegenwoordig in Nijmegen rondhuppelt. Dat klopt. Tenminste, ik weet niet of ik mooi huppel, maar ik... Maar vertel er eens wat over. Ja, ik wil hier wel op reageren, want ik zelf merk eigenlijk dat die link weinig wordt gemaakt. Bijvoorbeeld in de allereerste les die ik had bij micro-economie op mijn economie-bachelor werd even snel het onderscheid gemaakt. Jongens, we hebben normatief economie en we hebben positieve vandaag en de rest van het vak. En eigenlijk bijna de hele opleiding gaan we alleen maar positief doen. Nu heb ik ook het vak economische methodologie.
daar wordt wel degelijk ingegaan op hoe waarde misschien toch ook bij zogenaamde positieve economie echt wel invloed kan hebben en hoe bepaalde principes zoals efficiëntie misschien toch ook niet volledig objectief zijn. Alleen op het moment dat ik dan weer een vak heb, bijvoorbeeld als internationale economie, dan wordt weer rustig verondersteld dat we alleen positieve economie bedrijven. En daarom zou ik zelf wel meer die directe link kunnen maken dat bij elke, niet per se bij elke theorie, maar dat we ook bij de theorieën die we heel wiskundig precies uitwerken, dat we dan ook weten, oké, dit is nu de uitkomst van bijvoorbeeld het Pareto-evenwicht. Maar wat zegt het dan werkelijk over waarde en is dit dan nog wel volledig positief? Dus ik zou de link tussen de vakken die bijvoorbeeld ingaan op ethiek of wetenschapsfilosofie directer willen maken en dat het niet enkel gescheiden is van je mag nu even een maand nadenken over wat waarde betekenen en vervolgens moet je dat weer naast je kunnen leggen en gewoon even uitrekenen hoe het zit. Want ik denk dat het onderscheid, tenminste dat mag duidelijk zijn aan de hand van eigenlijk alle drie de presentaties, dat is niet zo makkelijk te leggen. Mm-hmm. Dus die link mag directer worden gelegd binnen de andere vakken. Oké. En Tim, dank jullie wel. Tim, als jij nou één ding mag opnoemen, buiten de dingen die er al genoemd zijn, hè, waarvan je zegt van, nou ja, als ik het voor het zeggen zou hebben, dan wat mij betreft, zou daar wel eens wat meer aandacht of wat beter of wat, verzin het zelf maar, in mogen zijn in die economieopleiding die ik nu volg bij de middelbare school? Ik denk dat de economie concreter en beter toepasbaar gemaakt kan worden voor de leerlingen. Want het werd al eerder genoemd bijvoorbeeld, dan moet je een indexcijfer uitrekenen. Dan heb je dat indexcijfer. Of dus je moet zo'n opbrengstmatrix oplossen en dan heb je dat. Maar uiteindelijk heb je niet het gevoel dat je dat kan toepassen in wat je gaat doen. Okay. Nou heb ik al wat hoofdstukken uit je boek mogen lezen en dat doen jullie dan bijvoorbeeld meer. Okay. Met concreet. Daar had ik hem niet voor ingehuurd hoor trouwens. Okay. Maar het is goed om dat als soort bijvangst even mee te pakken. Hè? En Sam, laten we die volgorde even houden. Als jij nou, je hebt een studie helemaal afgerond. Je hebt inmiddels al de loftrompet op deze universiteit mogen blazen. Maar het is vast niet alleen maar koek en ei geweest, gok ik. Wat als jij nou zegt van nou, die studie, wat mij betreft nog wel een paar onsjes van dit. Ik denk dat gedragsinzichten ontzettend belangrijk zijn. En omdat in die andere presentatie kwam er van helemaal naar voren van, ja, je moet echt bij je vakgebied blijven. Maar ik denk juist dat we als econoom allemaal kunnen groeien als we ook stilstaan bij wat ze in andere vakgebieden doen. Ik bedoel, bij internationale handel, een van de eerste modellen die je krijgt is een gravity model. Nou, die hebben we niet zelf bedacht. Daarbij, als je dus gaat kijken naar psychologische inzichten in modellen. Ik weet wel dat er nu nog geen macromodellen zijn die psychologische aspecten meenemen. Maar ik geloof dat er best wel een groeikans in zit. En meer toepassen van psychologische aspecten of misschien juist wel vanuit andere wetenschappen. Misschien zijn er uit sociologie nog dingen die we mee kunnen nemen. Dus ik denk juist het overlappen met andere faculteiten dat echt heel krachtig kan zijn. Terwijl de faculteit op zich, je moet je specialiseren, natuurlijk, hè, Ricardo. Maar het gaat er meer om van, als je ook gaat kijken naar wat andere faculteiten doen, dan kunnen we echt wel wat van leren. Dus ja, dat vind ik wel heel krachtig. Tenminste, en ik denk dat daar... Ja. En dan denk ik even terug aan de woorden. Ik meen dat het Jacques was die een pleidooi hield om ook nog eens naar de wat historische figuren te kijken. En hoewel ik geen macro-econoom ben en het ook graag zo wil houden, herinner ik mij toch dat ene meneer Keynes iets over animal spirits gezegd heeft. En weliswaar heeft hij nooit een model op papier gezet, maar dat er geen gedrag in de macro zou zitten, hè, dat is natuurlijk wel zo. En dat zou inderdaad wel wat breder en wat luider mogen onderwezen worden als ik jou zo beluister. Sam? Toen ik zit nu pas in het tweede jaar van mijn bachelorprogramma en eigenlijk, ik heb eerst HAVO gedaan, daarna nog VWO en in die hele tijd heb ik mij nooit beseft eigenlijk wat Jacques Vrome net zei, economen weten niet alles en zijn het ook niet altijd met elkaar eens. En dat kwartje is bij mij mijn hele middelbare schooltijd eigenlijk niet gevallen. Dus ik denk inderdaad dat beginnen met expliciet maken en vertellen aan de studenten van jongens, economen doen erg hun best om de economie te begrijpen. Maar helaas kunnen wij niet definitieve antwoord geven en geven we dus ook verschillende antwoorden. Ik denk dat het beginnen hiermee en daar dan ook de verschillende visies tegen elkaar af kunnen zetten van jongens,
Je hebt bijvoorbeeld de neoclassieke visie of je hebt de Keynesiaanse visie. Ik denk dat dit heel zinnig is voor studenten om het begrip te kunnen begrijpen. Toen ik economie ging studeren, ging ik eigenlijk met de veronderstelling in. Oh, al die vragen die ik nog had van hoe het nou precies zat, die gaan nu beantwoord worden. En dan na 3 jaar, dan weet ik het eigenlijk wel. Ja, daar ben ik nu wel achter gekomen. Dat is helaas echt niet het geval. Er zijn verschillende visies en we weten nog lang niet. En ik denk, dat moeten studenten begrijpen eigenlijk vanaf de eerste les. En niet pas, al komen ze op de universiteit. Dat zou eerder moeten. Ja, heel goed. Ik ben zelf aan mijn proefschrift begonnen met als belangrijkste argument dat ik het idee had dat ik het eigenlijk nog niet zo goed snapte. En ik had het idee dat dat voor vele anderen ook gold eigenlijk, want zo arrogant was ik dan wel weer wel. Wij sluiten voorlopig althans even het blokje filosoof af. En we maken de stap naar de didactiek. Als jullie nou kijken naar zo'n methode, zeg maar games, hè, een battle, epic rap battle was het bijna. Wij van Sparta. En je probeert dat een beetje naar het zeg maar niveau. In brugklas doe je iets anders dan in de vijfde. In de universiteit doe je weer iets anders. Maar meer die manier om leerlingen bij te trekken. Nou, ik hoorde jullie zelf eigenlijk al een beetje half verpleiten. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Hoe herkennen jullie dat? En wat zou je daarover kwijt willen? Je moet even de microfoon aandoen, Dim. Ja. Nou, eigenlijk nu op school ga je gewoon de hele dag zitten en dan begint iemand tegen je aan te praten de hele dag. En in een goed geval mag je nog een paar opdrachten zelf maken, maar dat is het dan wel een beetje. En je krijgt ook de hele tijd het idee van je krijgt een vraag en het antwoord is dan goed of fout. En dat moet je leren en uitrekenen, maar je moet eigenlijk helemaal niet zelf nadenken. Dan word je niet toe uitgedaagd. En ik denk met inderdaad dat soort mogelijkheden, dat je echt zelf dingen moet gaan oplossen, dat je daar echt wel meer de leerling kan stimuleren en het onderwijs kan verbeteren. En wat ik daar nog over wil vragen, je zegt je wordt niet voldoende uitgedaagd om zelf na te denken. Zelf beschouw ik dat als een soort halsmisdaad, omdat het verschrikkelijk is. Maar is dit nou iets wat bij economie meer geldt dan bij andere vakken? Of is dat eigenlijk wel overal een beetje zo? Nou, ik denk dat het bij economie wel meer is, want bijvoorbeeld bij Nederlands is het gewoon zo, je spelt een verleden tijd met een D of een T en daar kan je verder niet heel veel over nadenken. Maar ik denk dat er bij economie dan wel meer ruimte is om aan gaan na te denken over die normen en waarden, want dat wordt nu eigenlijk nul gedaan. Maar bij Nederlands kan je misschien zelf een verhaal schrijven of zo. Ja, dat zou ook. Dan moet je ook over nadenken. Dus ja, ik vraag me toch af, ik weet ook hoe die anderen daarover denken. Of dit nou echt iets is voor economie, hè, dat we in dat mal van goed en fout zitten en jongens, denk maar niet zelf na, want we weten het antwoord al. Jullie moeten het alleen nog even reproduceren. Dus zelf even als anekdote, heb ik hier ooit wel eens een student gehad waarvan ik achter kwam dat ze alle vakken had gehaald, alleen de mijne niet. En voor mij ging ze ook nooit slagen, omdat ze namelijk volstrekt niet in staat was om welke elementaire economische redenering dan ook op te zetten. En dan kan je niet voor mijn vak slagen. Kennelijk dachten mijn collega's daar anders over. Hoe zit dat dan? Is dat nou economie specifiek of geldt dat eigenlijk wel breder? Als ik heel eerlijk ben, is er gewoon een hele grote disconnectie tussen de middelbare schooleconomie en universitaire economie. En ik weet nog dat een van de eerste dingen die bij ons gezegd werd, bij een van mijn eerste bachelorcolleges was, oké, alles wat je op de middelbare school hebt gehad, vergeet dat maar. Want we beginnen gewoon weer helemaal opnieuw. Dodelijke opmerking. Ja, maar er wordt dus al beargumenteerd dat, oh, je hebt economie nodig om op de universiteit verder te kunnen met economie. Maar dat is helemaal niet waar. En ik zie economie ook niet vaak meer echt puur als een wetenschap, maar meer als een kunst. Het is het interpreteren en het snappen van het netwerk van keuzes die we maken. En ik denk juist dat als we keuzegedrag gaan zien als basis van economische wetenschap, en als we daar kinderen ook mee laten werken, dat dat juist heel krachtig is. Omdat je gaat inzien van, oh, mijn keuzes hebben effect op wat andere mensen doen. Dus het gebruiken van experimenten, en ik kan ook zelf beamen van in de masterfase, had je de gedragseconomie vakken en die waren ook super populair, puur omdat er heel veel interactie was tussen de docent en de student. En de wat technischere vakken, daar gingen echt de hardcore jongens heen die vakken gewoon wilden volgen. En dat was gewoon puur omdat die interactie die miste. En ik denk als we dat, zelfs op universitair niveau, maakt dat dus een verschil. Dus als je kinderen wat meer laat spelen en laat snappen van, oké, deze keuzes zijn belangrijk, maar mijn keuzes hebben effect op andere mensen hun keuzes. En dan hebben we het niet eens over hoe belangrijk is samenwerken, maar gewoon wat doen keuzes. Denk ik wel dat je heel veel voortgang kan boeken vergeleken met toen ik nog op de middelbare school economie heb gedaan. En Sam, kan jij daar nog iets aan toevoegen?
Wat ik nog niet zo heel erg heb gehoord is de link met de werkelijke economie. Want zoals Tim al zei, je zit in de klas en er wordt verteld eigenlijk hoe het zit. Nu kan je ook allerlei voorbeelden vertellen van de kroketten die minder geld gaan kosten. Maar ik denk dat het op veel interessanter wordt als je werkelijk iemand uitnodigt uit de praktijk. Die komt vertellen, kijk, ik heb een bedrijf, dit is een probleem waar ik voor sta. Met economie kunnen we hierover nadenken. En dat we misschien ook een keer langs gaan bij het bedrijf. Dat het een keer echt wordt. Want voorbeelden helpen natuurlijk erover nadenken. Maar zolang het voorbeeldjes zijn... We kunnen er heel vies paardenvlees in stoppen. Dan kan jij er iets minder voor betalen. Maar, ja. Maar het zou bijvoorbeeld interessant zijn om er niet alleen over te lezen. Maar om werkelijk met die personen in gesprek te kunnen gaan. En ik denk dat het voor studenten dan... dat ze het beter zullen begrijpen. Maar tegelijkertijd dat ze het ook leuker gaan vinden. Ja, oké. Okay. Dus, ja. Jorien. Heb jij nog een vraag aan dit panel? Waar je denkt van, ja, het is jammer dat Marcel ze dat nou niet gevraagd heeft. Dat we, ja? Wacht even. Daar hebben we hulpstukken voor. Kan je vangen? Ik was ondeugend, hè? Je weet. Ik ben wel heel nieuwsgierig. Wat voor ons, hè, dat is al ter sprake gekomen, wat voor ons best wel een dilemma is. Is economie leren voor je leven of economie leren voor je examen? Op de middelbare school. En kunnen jullie daar iets over zeggen? Hoe heb je dat zelf ervaren? Wat vind je van die balans? En wat zouden we daar iets mee moeten? Hebben jullie daar tips voor? Maar allereerst, hoe kijken jullie daarnaar? Ja, ik ga even de volgorde nu omdraaien. Degene die het laatste eindexamen heeft gedaan, is ben jij ongetwijfeld. Dus hoe kijk jij daar tegenaan? Ik moet eerlijk zeggen dat ik ze vaak ook voor mezelf redelijk scheid. Dat ik ook heel economisch nadenken over hoe ik mijn examen moet voorbereiden en dat ik gewoon nadenk, als ik dit doe, ga ik een hoog cijfer halen, want ik weet dat ze dit gaan vragen. Dit staat vaak dus wel los van wat ga ik hier werkelijk uiteindelijk van leren en wat neem ik mee in de rest van mijn leven. Ik zelf lees ook heel veel naast de studie. Ik zie wel om me heen dat ik daar echt niet de meerderheid in ben. Dus ik denk dat de meesten zich eigenlijk alleen richten op hoe haal ik het examen. En leren voor mijn leven, of economie voor het leven. Ik zie dat helaas weinig gebeuren. Maar ik denk dat als eigenlijk waar we hier vandaag en waar de hele leerstoel voor wordt aangesteld. Als het economie werkelijk wordt vernieuwd. Dat deze dingen juist veel meer met elkaar verbonden kunnen worden. Zodat het niet een hele sterke scheiding is van oké, zo haal ik mijn toets. Maar uiteindelijk doe ik er niks mee of ga ik met andere kennis wel iets doen. Dus ik denk dat daar een hoop aan gedaan kan worden. Oké. En jij, hoe zie jij dat? Iets langer geleden? Ja, iets langer geleden alweer. Ik zie het juist zo dat economie dus voor je examen doen hangt heel erg samen met dat het helemaal geen leuk vak is op de middelbare school. En zelf vond ik het, en ik ga nou gewoon heel eerlijk zijn, ik vond het niet leuk. En ik ben alleen maar economie gaan studeren omdat ze op open dagen gewoon mij in hebben laten zien hoe belangrijk het is en hoe leuk het kan zijn. Dus mensen gaan vanzelf leren economie als deel van hun leven op het moment dat het leuk wordt. Ik bedoel, de vakken die je leuker gaat vinden, ga je zelf ook meer specialiseren. Ga je naast je studie, ga je dingen op het nieuws volgen, ga je artikelen lezen. Dus zodra je een vak zelf leuk maakt, zal dat proces van leren iets voor het leven leren, komt vanzelf. Dus, okay. Als ik je goed samenvat, zeg je echt uitdagen, echt zorgen dat het prikkelt. En dan komt het vanzelf goed met die balans. Ja, absoluut. Kijk, kinderen die hebben zoveel prikkels van buitenaf. Hè? Je hebt de telefonische spelletjes en zo en dan... Wat is er dan leuker dan gewoon een spelletje doen, maar waar je ook nog iets van leert? Dus die dingen combineren lijkt mij juist een goede oplossing. Helemaal omdat als die interesse vanzelf komt, dan natuurlijk gaan ze er vanzelf mee door. Okay. Tim, hoe zie jij dat? Nee, ik heb natuurlijk zelf nog geen eindexamen gedaan. Maar als je kijkt naar proefwerken, hè, want dat is een beetje... Ja. Het valt al wel op bijvoorbeeld dat heel vaak docenten al lopen te stressen van... Jongens, onthoud deze vraag goed, want dit kan later op je eindexamen komen en dit kan punten schelen. Terwijl het eigenlijk dat toch een beetje gek is, want misschien is het niet eens het belangrijkste, maar gewoon omdat er zo'n hoog mogelijk slagingspercentage komt, gaan docenten daar heel erg op focussen. Dus je zou meer... Dat vind ik nog wel een mooie observatie, dat het de stress is van de docent die op jullie overschiet. Ja, ja. Ja, dat zegt mijn zoon die in de vierde zit ook altijd. Ja, dus binnenkort proefwerkweek. Ja. Die leraar die zit hartstikke te stressen. Want Tim, mag ik nog vragen, hoeveel toetsen doe jij in een jaar voor economie? Bij economie hebben we iets van 5-6 toetsen per jaar. Okay. Zou je vinden dat er minder toetsen moeten zijn? Ik zou niet zeggen dat er meer toetsen moeten zijn. Minder. Inderdaad. Willen wij meer of associaties minder wekken? Absoluut niet, maar... Nee, ik denk dat minder,
Nou, meer toetsen gaat denk ik zeker niet de leerling motiveren als ze om de maand weer veel moeten gaan leren voor economie om het vak leuk te gaan vinden. Maar ik denk dat het wel efficiënter kan. Dank jullie wel. Oké, en dan wil ik ook de drie heren die hier zo keurig naast elkaar zitten vragen. Hebben jullie nog vragen aan het panel? Er wordt diep gezucht daar. Ja, dat is filosofen eigen. Maar ik heb altijd begrepen dat filosofen nooit antwoorden geven, maar altijd vragen stellen. En dan krijgen ze die gelegenheid en dan pakken ze die niet. Jorien, dit moet een voldoende provocatie zijn, denk ik. Ja, toch even een vraag van. Als er zeg maar meer verbinding zou moeten komen, zoals jij met name zei, hè, tussen zeg maar, ethiek, zeg maar, filosofie aan de ene kant en zeg maar het basiscurriculum van de economie aan de andere kant. Hoe zou dat voor jou kunnen of moeten? Heb je daar ideeën over? Nou, ik heb nog geen concreet uitgewerkte didactische, maar ja, ik zit zelf. Ik denk dat het er ook gaat dat de docent die het basiscurriculum, zoals je schetst, geeft. Ik denk dat als die zich bijvoorbeeld een les van het vak daar aandacht aan besteedt en dan ingaat op, jongens, we hebben deze theorieën of deze modellen behandeld. Daar zitten deze dingen aan. En ik denk dat dat heel veel waarde kan toevoegen. Dat het ook niet een andere docent is die opeens komt vertellen over waar ethiek over gaat. Maar dat het juist dezelfde docent is die ingaat op de theorieën die misschien al behandeld zijn of tijdens het behandelen. Dat er daar wordt nagedacht en wordt laten zien van, jongens, deze aannames zijn misschien toch niet alleen maar analytisch, maar misschien ook normatief. Om maar iets als perfecte competitie te noemen. Dus ik denk dat op die manier misschien het kan gedaan worden, maar om het werkelijk in te voeren zal er nog meer over nagedacht moeten worden, denk ik. Oké. Ja. Andere? Niet direct? Iemand uit de zaal. Is er iemand uit de zaal die iets met het panel wil delen, dan wel eens een vraag wil stellen? Dank u wel. Mij interesseert in het bijzonder, u bent net alle drie klaar met uw studie. Hoe bent u tot uw keuze gekomen om na de studie welke richting te zoeken als baan? De een gaat de commercie in, de andere bij de Rabobank, een volgende bij, noem maar, Saoedi-Arabië als econoom in het bedrijfsleven. Hoe komt u onderweg door uw onderwijs aan de keuze wat u met uw studie doet? Okay. Wel fascinerend dat de Rabobank niet tot de commercie behoort. Ik zal heel eerlijk zijn, ik ben dus bij een onderzoeksafdeling beland bij Rabobank, dus ik ga echt puur onderzoek doen. En ik ben tot mijn keuze gekomen omdat ze mij op de universiteit het meest hebben geleerd om kritisch na te denken over de dingen die je doet, maar ook na te denken over de modellen die je gebruikt. En ik vind juist het machtige van onderzoek is dat je dus alles in twijfel kan trekken. Dus in plaats van met dingen akkoord te gaan, alles wat iedereen op je afvuurt, gewoon eens vragen van waarom eigenlijk? Waarom doen we dit? Waarom denken we hier zo over na? En ik denk juist als universiteiten mensen heel erg prikkelen om nieuwsgierig te blijven. En dan maak ik niet juist welke kant je op gaat, of je nou macro-econoom wordt of micro-econoom, experimenteel. Je moet mensen blijven prikkelen en daar heb ik heel veel baat bij gehad, om nieuwsgierig te blijven. Oké, nou de andere heren zijn nog niet zo ver, want die zijn nog aan het leren. Maar ik zag dat Roel en ook Govert nog een vraag hadden. Dus ik ga, omdat de tijd ook bijna op is, die kans wel even benutten nog. Roel. Ja, ik was heel benieuwd. In de dia van Jorien zagen we dat, ik weet al niet meer hoe je het precies noemde, maar dat het ging over keuzes. Keuzes met impact. Die stonden midden in die cirkel, waar de twee elkaar raakten. En ik vroeg me af, wat zijn voor jullie nou keuzes die impact hebben? Ja, dat vind ik een hele mooie vraag. Dank, Roel. Keuzes die, want dat is uit het panel voortkomt. Economie gaat over keuzes die impact hebben. Noem eens een voorbeeld. Op welke schaal bedoel je? Nou, op die van jezelf. Op mijn eigen schaal? Ja. Dat kan heel simpel zijn. Dus het kan een kleine budgetrestrictie zijn als je wat jonger bent. Van, nou, je krijgt 10 euro zakgeld. Wat doe je daarmee? Mijn ouders hebben mij leren denken met geld. Door me gewoon te zeggen van, nou, je hebt zoveel geld deze maand. Zoek het maar uit. En als het op is, ja, dat is jouw probleem. Maar aan de andere kant, je studiekeuze is natuurlijk een enorme keuze. En dan ga je een afweging maken tussen wat vind je leuk en wat kun je gaan verdienen op termijn. Of waar liggen de baankansen. Dus keuzes maken, keuzes met impact. Ik denk dat alle keuzes een impact hebben op een aparte schaal.
Dus daarom is het belang van keuzes inzien dus zo ontzettend belangrijk. Oké, Tim? Nou, ik denk dat er nu dus nog niet genoeg aandacht wordt besteed aan die keuze met impact. Want ik kan mezelf niks uit de economiemethode eigenlijk noemen waar ik een keuze over heb. Het gaat allemaal over bedrijven, over banken, over regeringen, maar het heeft eigenlijk nergens betrekking op mijn leven nu. Misschien gaat het later van pas komen. En er wordt ook geen poging gedaan om die werelden bij elkaar te trekken? Nee, nauwelijks. Er wordt een poging gedaan om ons zo goed mogelijk voor te bereiden tot ons examen. Okay. Maar verder niet. Zo, accordeon. En hoe bedoel je? Nou, bijvoorbeeld dingen die al eerder werden genoemd van moraal, van moet je samenwerken of niet en moet je je geld nou bewaren of moet je het nu uitgeven. Ik denk dat dat best wel keuzes kunnen zijn die worden behandeld in de economieles die voor mij dan handig kunnen zijn. Oké, prima. Sam? Cool. Ik denk een vraag waar ik zeker het afgelopen half jaar heel veel mee in mijn hoofd zit is een vraag van schaarste. Namelijk schaarste van tijd. Alleen ik los dat eigenlijk nooit op door middel van een model te maken met Linux-functies waar ik uiteindelijk het gelukkigst van word. Maar altijd, ik denk misschien dan toch wel meer met de deugden en ook nadenken van ja, maar ja, waar sta ik nou echt voor? En ik denk dat wat dat betreft vraagt iedereen zich dit af. Alhoewel, het zal het ook vaak een onbewuste keuze zijn, maar ik denk dat dat niet afdoet aan de impact die een keuze kan hebben. Ondanks die misschien dan minder bewust wordt gemaakt. Ja. Een goede vriend van mij, tevens ook econometrist, die zei, degene die het echt druk heeft, heeft altijd een gaatje over. En daar zat ook een hele diepe filosofische gedachte achter, bedacht ik later. Govert, jij de eer aan jou om niet alleen deze bijeenkomst te beginnen, maar ook om hem af te sluiten, namelijk met de laatste vraag, want de tijd is op. Bedankt. Ja, Sam, jij maakt net een opmerking van, ik lees nogal wat boeken ernaast enzovoort. En daar ben ik wel wat uitzonderlijk in. Voor jullie alle drie misschien, zijn jullie uitzonderlijk? Uiteraard. Ieder mens is uitzonderlijk. Maar het gaat mij hier om, denk je van... Ik merk bijvoorbeeld, als ik filosofie geef aan de economische faculteit, dat daar zeg maar een 10-15% vindt het echt een openbaring, geweldig, eindelijk eens een keer nadenken. Dan heb je een grote groep die nou ja, daar heel gemêleerd in staat en voor een 20, de onderste 20% die vindt het echt allemaal grote onzin. Hoe kun je nou die eerste groep vergroten eigenlijk? Hoe kun je dat doen? Is dat in het puur een methode? Wat is belangrijk? Wat is de rol van de docent? Wat is de rol van de stof? Dat gaat ook op de middelbare school, zeg maar. Van hoe ver, inderdaad, een heel vernieuwende methode, hoe ver kun je daarmee gaan? Of ja, ligt soms ook aan studenten dat ze soms zover nog niet zijn, dat ze soms, nou ja, dat interesseert ze ook niet enzovoort. Dat, even die andere kant, even, kun je daar wat op reflecteren even? Ja, ik denk dat het inderdaad, zoals je eigenlijk zelf ook al zegt, het ligt zowel aan didactiek van hoe staat de docent voor de klas. Dat maakt echt wel veel uit hoe betrokken de studenten ook zijn. En dat zie ik ook wel gebeuren, dat sommige vakken zijn studenten gewoon enthousiast om heen te gaan, want het is een toffe docent en die maakt het tenminste relevant. Dus ik denk zeker dat docenten echt trots mogen zijn op hun functie en die ook dus goed moeten benutten. Daarnaast, natuurlijk zijn de leermiddelen ook echt wel belangrijk. Want ja, als je het boek thuis gaat lezen en dat is gewoon een flutboek, ja, dan lees je hem de volgende keer niet meer, helaas. Dat is vaak hoe de meeste studenten dan toch doen. Bij de studenten zelf, ja, daar zit natuurlijk ook een punt in inderdaad van hoe kan je de aandacht of de intrinsieke motivatie van de student verbeteren. Ik denk dat eigenlijk het programma zelf, dus waar de hele leerstoel ook voor is aangesteld, door het, ja, de inhoud ook te veranderen, dat ook werkelijk de intrinsieke motivatie kan veranderen. Als het object, als zeg maar de economie en hoe dit de maatschappelijke problemen bijvoorbeeld van onze tijd kan, in ieder geval daar een centrale rol in speelt en hoe dat dan zo is. Ik denk dat eigenlijk ook juist de meerderheid van de studenten echt wel geïnteresseerd is in de grote maatschappelijke problemen van nu. De meesten kijken ook het nieuws en die volgen dat en praten ze met elkaar over. En ik denk als de economie dus ook daar directer op ingaat, dat ze dus ook meer, ja, zelf gemotiveerd zullen zijn om dan ook meer te lezen als ook als het naast de vak is, denk ik. Oké, Tim?
Nou, ik denk ook dat de leerlingen nu niet echt de kans wordt gegeven om na te denken. Het is nu echt heel erg van, er wordt een vraag gesteld, geef het goede antwoord en kijk het daarna na of het klopte volgens het antwoordenboek. Maar er wordt ook niet gevraagd om zelf over de problemen over na te denken of verbindingen te leggen. En wat gebeurt er als je een antwoord geeft wat volgens jou eigenlijk wel goed is, maar het is toevallig niet het antwoord wat erin stond? Ja, dan... Hebben jullie daar dan een debat over of zeggen ze dan fout? Ja, dat verschilt ook weer per docent. Sommige docenten zijn er wel meer open-minded in dan anderen. Maar over het algemeen wordt er dan wel ruimte gegeven voor dat debat. Maar dat debat moet eigenlijk meer gestimuleerd worden. Niet alleen als je dan zelf initiatief neemt. Oké, heel goed. Sjors? Ja, dus een kleine opmerking over filosofie en economie samen. Ik vond in het begin filosofie ontzettend moeilijk vak. Juist omdat je bij economie heel veel dingen op intuïtie kan doen. En als je het echt niet meer weet, dan pak je vergelijking bij en dan ga je een beetje oplossen. Terwijl bij filosofie moet je juist heel exact zijn. Terwijl vaak mensen het vak beschrijven als zweverig. Ik vond juist bij filosofie kwam een tijd later het besef hoe belangrijk het was. Dus de motivatie bij ons in de klas was ook verschillend. Sommigen die waren super gemotiveerd om dat vak te volgen. Ik had er wat moeite mee. Maar pas toen ik het vak had afgerond en toen ik bij andere vakken na ging denken over de keerzijde van implementaties van wetgeving bijvoorbeeld, dan pas besef je hoe belangrijk zo'n vak is. Dus misschien is het niet eens zo belangrijk om te kijken van, nou, we willen die motivatie verhogen bij de studenten die dit vak volgen, maar kijken hoe de studenten het vak ervaren hebben nadat ze het vak afgerond hebben. Ik denk dat ook wel iets is om rekening mee te houden. Heel goed. Nou, ik wil jullie bijzonder bedanken. Ik vind ook dat je even een extra hard applaus voor deze panel. Ik laat ook niet na om alle andere sprekers en discussianten en ook alle aanwezigen te bedanken. Ik krijg op mijn kop van Wilma als ik vergeet te zeggen dat alle sprekers, breed gezien, wel even bij haar langs moeten gaan voordat ze weggaan. Want zij heeft nog iets aan jullie te geven, zoals te doen gebruikelijk. Maar dat moeten we dus niet vergeten, want dat zou zonde zijn. En dan wens ik, voor zover jullie van plan waren te blijven, waar ik stiekem wel van uitga, voor de oratie van Lans, ook daar jullie bijzonder veel plezier bij. Dank jullie wel.